Ja, jij hebt bij mij gestudeerd. Volgens mij was jij een van mijn eerste studenten van het vak Philosophy and Science. Philosophy and Science, dat was de mastertrack filosofie die toen uitkwam. Ja, en toen volgens mij al een jaar of 4 geleden, mensen zo. Ja. Of was jij de tweede? Jawel, nee, ik weet niet of ik de tweede of de eerste lichting was, maar het is wel bijna 4 jaar geleden inderdaad. Ja, en ik ben iets van 2,5 jaar afgestudeerd. Ja, en ik heb toen in mijn eerste masterjaar heb ik die vak bij jou gevolgd. Ja. En ja, dat heeft toen wel echt een interesse gestart, want het was ook vooral techniekfilosofie, mm-hmm. Heidegger, ja. Stiegler, waar ik ook dan mijn scriptie uiteindelijk overgeschreven heb. Ja. En waarbij mij eigenlijk de interesse echt ontstond, mm-hmm. was toen, hoe heet die transhumanist, die Nietzsche, hoe heet die nou, Stefan Zorgner? Stefan Zorgner. Ja. Was toen op bezoek op de universiteit. Ja. Radboud Universiteit. En die gebruikte Nietzsche om eigenlijk te pleiten voor transhumanisme. Ja, omdat Nietzsche het over zelfverbetering en dergelijke heeft. En zelfverstijging. Ja. En ik dacht, nou, volgens mij ik heb niet veel van Nietzsche gelezen. Maar volgens mij heb je het echt verkeerd begrepen. Want Nietzsche's punt draait niet om functionele of kwantitatieve verbeteringen in capaciteiten. Nee. Het gaat om iets heel anders, om een houding, om een manier naar het leven te kijken. Geestelijke zelfverheffing, zeg maar. Dus ja, ik denk dat er bij Stefan een beetje een verkeerde interpretatie van het Übermensch-idee heerst. Ja. Ja. Maar dat heb jij toen ook opgepikt en volgens mij heb je daar toen jouw... Ik heb daar toen een essay van het vak opgeschreven, inderdaad. Precies. Ik moet eigenlijk wel opzoeken, ik weet niet meer zo goed wat ik toen geschreven heb. Ik heb het in een redelijk verhitte buik gegeven, weet ik nog. Ik vond het een goed stuk. mooi, dankjewel. Maar wat mijn interesse wekte was, van, ik kon me daar niet in vinden, maar ik kon me ook niet tegen de meer pessimistische kant vinden. Van, technologie verpest ons leven en we moeten minder technologisch nadenken en we moeten, mm-hmm. ja, we moeten gewoon heel conservatief zijn op dat gebied. En vaak had ik daar een beetje last van een soort van status quo bias heerste van oh, de technologie waar ik mee opgegroeid ben, dat is prima, daar ben ik gewend, dat is oké, maar nu digitale technologie is te veel. Maar ja, waarom zou de huizen waar je in leeft of de überhaupt technologische infrastructuur die jouw leven überhaupt mee mogelijk maakt en in ons eigen leven mogelijk maakt, dan niet te veel technologie zijn? Mm-hmm. Dus dat was een beetje toen waar mijn interesse werk op stond, van kun je op de een of andere manier over technologie nadenken en over de rationele manier en de goede manier om daarmee om te gaan zonder te vervallen in de dichotomie meer of minder technologie. Ja, en zonder technofobisch te worden of te vervallen in techniek pessimisme. Ja. Ja. Ja, ja. Toen hebben we het ook een tijdje over Heidegger gehad. Ja. En dat is nog altijd een van de lastigere essays, vind ik. Ik heb soms het idee dat ik het wel snap, maar als ik het moet uitleggen, ik heb het laatst proberen uit te leggen, dan komt er een warboel uit van quotes die je dan onderhouden hebt of onderdelen. En Stiegler, Heidegger was voor mij dus ook de eerste filosoof die echt technologie als filosofisch onderwerp nam. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Je hebt in de 19e eeuw al Duitse filosofen. Ik kan daar zo even niet op de naam komen, maar... in het begin 20e eeuw wel mensen die over techniek nadachten. Mm-hmm. De strijd om de techniek bijvoorbeeld, is een bekend boek. Ik kan ook niet op mijn naam komen helaas nu. Maar Heidegger is de eerste filosoof die techniek echt een ontologische status gaf. En dan komt het meteen weer een moeilijk woord. Maar die techniek echt een soort zijnskwaliteit gaf. Die liet zien, techniek is veranderd de wereld op een hele wezenlijke manier. En daar was hij als eerste mee. Alhoewel je ook bij auteur van De Start der Techniek, daar zie je al formuleringen als techniek is eine Weltmacht. Die verandert de techniek werkelijkheid. Techniek is een wereldmacht. Ja. Ja. Ik kan even niet op de naam komen. Strijd om die techniek. Dat is een boek uit 1926 van een Duitse techniekfilosoof, ingenieur, zeg maar. Ik kom er straks wel op. Ja. Maar Heidegger is de eerste, zeg maar, die dit ontologische element heeft gezien. Dat is er uniek aan. Maar het is niet de eerste die over techniek heeft nagedacht. Je zou kunnen zeggen dat zelfs Nietzsche al een techniekfilosoof is. Ja, want? Ja, nou, omdat Nietzsche ook over de machine schrijft, over industrialisering, over de impact van de schrijfmachine bijvoorbeeld op zijn eigen denken. Ik bedoel, dat is misschien niet heel manifest en expliciet aanwezig, maar Nietzsche's filosofie
Als een wil tot macht filosofie bijvoorbeeld. Een filosofie die heel erg denkt in termen van energie, et cetera, van beweging. De industriële revolutie is toch wel het in beweging komen van het alledaagse leven. En het zodanig in beweging komen dat mensen dat merken in hun alledaagse leven. Maar wat bedoel je het in beweging komen van het alledaagse leven? Nou, je zou kunnen zeggen dat voor de industriële revolutie veranderde de werkelijkheid niet substantieel. Er werd af en toe wel eens een uitvinding gedaan, maar de wereld zeg maar, van jouw vader of van jouw grootvader, die was redelijk identiek aan die van jouzelf, zeg maar. En dat geeft een soort statisch wereldbeeld, een statische metafysica, de metafysica van het zijn, zeg maar. En vanaf de industriële revolutie begint de technische ontwikkeling te versnellen. Ja, heeft te maken met het kapitalisme, met investering, et cetera. En wat mensen meemaken vanaf de... Die snelheid heeft dus niet per se te maken met de technologische uitvindingen, maar met kapitalisme. Allebei. Die zijn niet los van elkaar te denken. Technologische innovatie is iets wat alleen maar gedacht kan worden als kapitaal gedreven, zeg maar. Dus vanaf eind 18e, begin 19e eeuw zien mensen dat het leven verandert. De landschappen veranderen, er komen steeds meer technologieën bij, het leven wordt sneller, we krijgen fabrieken, steden, treinen, noem maar op. Het verandert alleen maar sneller, het accelereert, zeg maar. Zodanig dat het leven, of de werkelijkheid die zoals je geboren bent, zeg maar, is het totaal ander dan de werkelijkheid zoals die is wanneer je zeg maar 50 of 60 bent. Snap je? Dus je ziet die verandering in jouw eigen bestaan, voltrekken. En dat maakt onder meer dat de werkelijkheid steeds meer gezien wordt als een proces van wording. En Nietzsche is een van de eerste die dat gezien heeft. Dat vind je natuurlijk ook al een klein beetje bij Hegel. De dialectiek en het feit dat de synthese leidt door een antithese die weer... Ja, maar bij Hegel is er een dialectisch proces. Hegel is een denker van de historiciteit, zeg maar. Heel erg. Dat is ook weer niet de eerste natuurlijk. Ze kan allemaal voorbereid aan andere denkers. Maar bij Hegel heb je nog wel de idee van een teleologie. Uiteindelijk... Dat er een doel is daar. Er is een doel. En dat zit zelfs nog in Marx. Hè. Uiteindelijk zal de geschiedenis of die dynamiek zal stoppen. Die zal een soort eindfase bereiken. Een soort telos of een einddoel. Bij Hegel is dat de Duitse staat, zou je kunnen zeggen. Of de burgerlijke staat, de liberale staat. Daar kun je allerlei namen aan geven. Bij Marx is dat natuurlijk de communistische heilstaat, et cetera. Maar daar wordt dat die beweging, die dynamiek, wordt nog steeds uiteindelijk gedacht vanuit een stabiliteit. Vanuit een te bereiken stabiliteit. Vandaar die teleologie. Bij Nietzsche en Heidegger verdwijnt die teleologie. De werkelijkheid is worden en niks dan worden. En er zit niet een doel achter, er zit geen einddoel achter. Nee, dat blijft om zich eindeloos ontwikkelen. Ja. En Nietzsche denkt dat in termen van beeld tot macht, van allerlei antagonismen. En Heidegger gaat dat denken als een soort zijnsgeschiedenis, die in principe open is. Dus door die technologische veranderingen en dat de wereld sneller ging veranderen en dat duidelijk werd in één mensenleven, werd het idee van een stabiele wereld, dat veranderde naar het idee van een fluïde, van een dynamische, dynamische wereld. Ja, en dat zie je dus terug in het denken van Nietzsche in het beeld. Maar is het niet zo dat Oosterse filosofie in principe altijd al met die verandering heeft gedacht? De Oosterse filosofie? Ja. Dat zou kunnen. Ik ken die Oosterse filosofie niet zo goed. Maar die Oosterse filosofie speelt natuurlijk in het Westen nog niet zo'n heel grote rol. Je zou kunnen zeggen dat die pas met Schopenhauer is binnengekomen. En dat is natuurlijk al voor Nietzsche. Maar dat hindoeïstische of boeddhistische kosmologieën van het worden zijn, dat weet ik niet. Ik denk eerder dat toch ook heel statische kosmologie is. Ik ken het verder niet zo goed. Ik ken er te weinig van om daar uitspraak over te doen. Ik snap het. Ja, dat is goed. Dus nou, op een gegeven moment komt Heidegger, die schrijft de Question Concerning Technology. En die wil dus gaan proberen om de essentie van technologie te beschrijven. Ja, maar er zijn wel een aantal stappen te ver, denk ik. Okay. Want om Heidegger's techniek
opvatting te kunnen begrijpen, moet je eerst iets begrijpen van zijn denken, zeg maar, van zijn denkenweg. En Heidegger is een van de grote denkers natuurlijk van de 20e eeuw, dat zal niemand ontkennen. Ondanks dat er heel allerlei problematische aspecten aan zitten, zeg maar, die vooral de laatste 5 jaar met het uitkomen van de Schwarze Heften, de Black Notebooks, blijkt heel overduidelijk dat hij nazistische sympathie had. Dat wisten we al wel, hè, maar dat blijkt nu heel duidelijk en heel expliciet. Het is allemaal heel problematisch. Maar het is een groot denker. Een denker die de hele 20e eeuwse filosofie heeft bepaald en de hele traditie van de filosofie omver heeft geworpen. Waardoor? Nou ja, omdat Heidegger, en dat zegt hij ook van zichzelf, de eerste filosoof is die pas de eigenlijke filosofische vraag stelt. En dat is volgens Heidegger de vraag naar het zijn. En dat is een vraag die in de metafysica, in de westerse traditie, nooit is gesteld. Hè, dat zegt Heidegger. Mm-hmm. Omdat het westerse denken vanaf Plato en Aristoteles altijd zich gericht heeft op de zijnden. Ja. En wat bedoelt hij met dat verschil tussen zijn en zijnden? Nou, zijnden zijn dingen die wij in de werkelijkheid tegenkomen en begrijpen. Dat zijn natuurlijke dingen, kunstmatige dingen. Wij zelf zijn ook een soort dingen, zeg maar, allerlei objecten. Zijnden, dat is de meest algemene categorie. Alles wat is, is een zijnde. Ja. En de metafysica vraagt, wat is het zijnde? Hoe moeten we dat begrijpen? Dat doet Plato, dat doet Aristoteles. En daar krijg je allerlei theorieën over, categoriale theorieën over het zijnde. Mm-hmm. En die theorieën, die gaat men op een gegeven moment ontologieën noemen. Leren over wat het zijnde is. En wat betekent ontologie op zichzelf als woord? Een leer van het zijnde. Ontos is het Griekse woord voor zijnde, voor ding, alhoewel ding niet het juiste zijnde, zeg maar. Dus ik weet dat het een heel abstracte term is, voor filosofen is het een hele een gangbare term, maar je gebruikt dat in voor de normale omgangstaal, gebruik je dat vrijwel nooit. Zijn wel, natuurlijk, permanent, zijnde niet. Zijnde zijn dingen, ontologie is een leer van de dingen, van de meest fundamentele kenmerken, karakteristieken van de dingen, zeg maar. Ja. En dan heb je idealistische ontologieën, materialistische ontologieën, et cetera. En dat doet de metafysica, houdt zich daarmee bezig. 2000 jaar lang, 2500 jaar lang, zeg maar. Ja. Maar dan zegt Heidegger, oké, dat is prima, maar wat de metafysica eigenlijk vergeten heeft, is dat ze in het kunnen denken en begrijpen van dat zijn altijd al, je zou kunnen zeggen, gebruik maakt, of in het licht staat van wat hij het zijn noemt. Het is datgene van waaruit wij zijnde verstaan. Dus we houden er nooit rekening mee dat wij zelf op een bepaalde manier zijn. Ja, en dat niet ook op een andere manier. Ja, dat ook. Wij zijn die zijnden, zeg maar, die zijn verstaan hebben, die zijn kunnen verstaan. En daarom noemt hij ons in zijn en zijn zijn. Maar wat dat zijn nu precies is, dat is nooit op begrip gebracht. Ja. Zegt dus dus het is nooit nooit gedacht wat het is om te zijn. Juist. Ja? En kijk, er is in Heidegger's tijd natuurlijk wel zoiets. Kijk, zijnden zijn. En zijn op verschillende manieren. Heel, heel simpel. Dingen, zegt Heidegger in zijn of zij, die zijn voorhanden. Stenen bijvoorbeeld en stoelen, die bestaan. In zekere zin. Maar die hebben bijvoorbeeld geen zelfverhouding. Mm-hmm. Die zijn gewoon voorhanden. Die veranderen ook nauwelijks. Dieren ook volgens mij toch? Volgens Heidegger? Nou, dieren hebben een andere zijnswijze. Namelijk die leven. Ja. En leven is iets totaal anders dan louter materieel zijn. Leven is streven. Is reproduceren. Is zintuigelijk zijn. Bewegen, noem maar op. Er zitten allerlei aspecten aan de zijnswijze van het leven. Maar die als zijnswijze volgens Heidegger nooit gedacht is. Maar als je naar mensen gaat kijken, die zijn voor Heidegger nog weer anders. Die leven weliswaar ook, wij zijn organismen, dat zal Heidegger niet ontkennen. Maar wij hebben daarnaast nog iets anders, wat hij in zijn zijn existentie noemt. Wij kunnen zijn begrijpen, zijn denken, wij kunnen dingen begrijpen. Maar dat kunnen dieren niet. En dat kunnen we omdat we het zijn kunnen verstaan. Omdat we open zijn, zeg maar, voor het zijn
van de dingen. We kunnen een onderscheid maken bijvoorbeeld tussen dat kopje en tussen jouw collega daar. Mm-hmm. De designswijze is volstrekt anders. En wil niet zeggen dat we die in ons alledaagse zijn, dat we dat volstrekt doorhebben, wat het menselijk zijn nou precies is, of wat leven nou precies is. Maar we hebben daar een zekere notie van, een voorverstaan van. We weten dat er levende zijnde zijn. En op basis daarvan hebben we zoiets als de biologie ontwikkeld. De wetenschap van de levende zijnden. We weten bijvoorbeeld dat er zoiets als psychen bestaan, menselijke psychen. Daardoor hebben we de psychologie ontwikkeld. De wetenschap van de psychische zijnden. We weten dat samenlevingen op een bepaalde manier zijn. En hebben we sociologie ontwikkeld. Ja. Dus wij zijn de enige type zijn die ook begrijpt dat hij is. Of die dat zijn kan begrijpen. Ja, we kunnen het zijn van andere zijnen begrijpen, maar ook dat van onszelf. En hij brengt dat op een gegeven moment op een hele mooie formule. Het daar zijn, zegt hij. Het er zijn. Dat is het mens. Dat is het zijn. Dat het in zijn zijn om dat zijn zelf gaat. Die het in zijn zijn om dat zijn zelf gaat. Ja. Dus wij zijn zijnden die het zijn eigen zijn moeten bepalen. We zijn in zekere zin dus ook vrij. Ja. Dus, aan de ene kant is het zo dus dat we zijn dit, maar we bekommen ons ook op wat voor manier we er zijn. Juist. Ja, en volgens mij ook het zijn is dus ook een probleem voor ons. Of niet een probleem, maar een issue. Het is maar een vraag. Het is een vraag, ja. Het is een vraag. We kunnen niet zomaar, kijk, een steen die zal de vraag naar het zijn nooit kunnen stellen, want die, je zou kunnen zeggen, die heeft geen bewustzijn. Ja, daar gebeurt niks. Mm-hmm. Dieren, daar gebeurt van alles. Maar die, zou je kunnen zeggen, die zitten op een vrij instinctieve wijze in hun umwelt. Dieren, voor zover wij weten, stellen de vraag naar hun eigen zijn niet. Mm-hmm. En die veranderen doorgaans ook niet heel erg veel, zeg maar. We hebben natuurlijk de evolutie, maar dat is niet iets wat dieren zelf in de hand hebben. Ja. Dat gebeurt meer ondanks aan, zeg maar. Zo'n Darwinistisch selectieproces. Dus er is wel een soort geschiedenis van het leven. Maar dieren, die hebben geen echte zelfhouding. Ook daar moet je natuurlijk weer allerlei kwalificaties op betrekken. Want zeg maar, ik denk dat biologen dat niet mee eens zullen zijn. Die strikte scheiding tussen mens en dier. Mm-hmm. Maar mensen hebben zelfverstaan, zelfreflectie. En moeten hun zijn op een bepaalde manier vormgeven. Dat is een taak, dat is een opgave. Vandaar dat wij historische wezens zijn. En vandaar dat de mens doorheen de geschiedenis verandert. Waarom zijn we dan historisch? Het feit dat we ons zijn vorm moeten geven. Waarom maakt dat ons historisch? Nou, omdat we dat constant op verschillende manieren doen. Hmm. Kijk, we zijn wezens met zelfverstaan. Nou, het zelfverstaan, zeg maar, van de oude Grieken. Ja, dat was heel anders dan het zelfverstaan van de middeleeuwers. Ik noem maar wat. En dat was weer heel anders dan het zelfverstaan van de mens van de renaissance, en voor krijg je de verlichting, et cetera. Dus de mens begrijpt zichzelf voortdurend anders, ook doordat hij onderzoek doet naar zichzelf en naar de wereld, et cetera, krijgt daar een ander zelfverstaan en wordt daardoor anders. Ja. Wij veranderen doordat we onszelf, niet misschien beter leren kennen, maar anders leren kennen. Ja. En dat is geschiedenis. Geschiedenis is Heidegger zegt dat het zo mooi, het ronddwalen van de mens in zijn eigen zijn. Hm. En er is nooit een juiste duiding van de mens of een juiste interpretatie van de mens, juist omdat we als daar zijn open zijn. Ons zijn is niet vastgelegd, is onbepaald. Dat zei Nietzsche al, hè. De mens is het onbepaalde dier. Dat is niet vastgestelde tier. Ja, en dat is zowel een lastigheid, maar ook een openheid. Want dat betekent dat we het kunnen invullen zoals we dat zelf. Ja, dat is heel mooi, maar dat is ook lastig. Want vrijheid is moeilijk. Ja. Tuurlijk. Dat is een last. En daarom sprak Heidegger in zijn stuikel van dat is lastkarakter des daarzijns. Dat is lastkarakter des daarzijns. Die vrijheid is een soort. Dat zei iemand als Sartre ook al. We zijn veroordeeld tot vrijheid. Mm-hmm. Ja, we kunnen wel opgaan in wat Heidegger des man noemde, in wat alle mensen doen.
we kunnen onze vrijheid, zeg maar, zeker zin ontkennen. Ja. En opgaan in het doen wat alle mensen doen, zeker zin. Mm-hmm. Maar dan zijn we oneigenlijk. Het eigenlijke zijn, zeg maar, is het opnemen van jouw volstrekt individuele zijnsmogelijkheid. Ja. En ook dat opgaan in de menigte is ook een keuze, toch? Ja, dat is een keuze, ja. Maar dat zou hij denk ik een oneigenlijke keuze noemen. Ja. Een eigenlijke keuze is kiezen, zeg maar, voor jouw zijn. Nee, maar ik bedoel, als je zou wijzen naar het feit dat er heel veel mensen zijn die niet kiezen om authentiek of uniek te zijn, laat ik zo zeggen. Want je kan ook best wel authentiek zijn, ook al ben je niet uniek, denk ik. Ja, het gaat niet om uniciteit. Nee, het gaat om authenticiteit. Eigenlijkheid. Authenticiteit is eigenlijk ook een slechte vertaling. Het gaat om eigenlijkheid. Jouw eigen zijn zijn. Jouw eigen zijn zijn. Ja, jouw eigen eindige sterfelijke zijn op een eigenlijke manier voltrekken. En Heidegger zal onmiddellijk toegeven dat je in 99% van de gevallen, of in 99% van jouw bestaan, ben je oneigenlijk. Mm-hmm. Dat kan niet anders, zeg maar. Maar er zijn wel bepaalde momenten waarop je voor jezelf kunt kiezen. Dat zijn momenten van beslissing en erslossenheid, et cetera. Wat is erslossenheid? Vastbeslotenheid. Vastbeslotenheid. Ja. Dus op het grootste deel van je leven ben je oneigenlijk bezig, maar er zijn momenten waarin je wel in principe kan ontsnappen of jezelf, of je leven vorm kan geven. Ja, leven. Ja. Oké. Okay. Het is een ogenblik. Maar we zitten nu natuurlijk alweer diep in Zijnheid. Waar het om gaat is dat Heidegger de vraag naar het zijn wilde stellen, nogmaals, hè, omdat de metafysica die vergeten is, hè, daar spreekt hij ook van zijnsvergessenheid. En dat doet hij in Sein und Zeit door eerst te gaan kijken, wat is dat zijnde dat zijn verstaat. Als we begrijpen hoe dat zijnde is en hoe het zijn kan verstaan, dan kunnen we vervolgens die vraag op een goede manier stellen. Mm-hmm. Kun je ook zeggen hoe dat zijnde het zijn ervaart? Ja, dat is het onderzoek wat Sein und Zeit voltrekt. Oké. Okay. Nou, want je zegt verstaat. Ja. En dat heeft een redelijk cognitieve connotatie. Ik begrijp wel dat hij het misschien zelf zo stelt, maar misschien... Ja, eigenlijk is hij is geen cognitivist. Verstaan is iets heel fundamenteels. Dat is de manier waarop jij in de werkelijkheid bent en de werkelijkheid begrijpt. Mm-hmm. En daar hoort cognitie bij, maar daar horen ook bepaalde affecten bij, zeg maar. Daar hoort ook praktische kennis bij. Daar hoort ethische inzichten, ethische kennis, et cetera. Ja. Dus wanneer Heidegger het over verstaan heeft, bedoelt hij het in die spectrum van mogelijkheden? Ja. Van verschillende vormen van... Van begrijpen en verstaan. Ja. Oké. Okay. Ja. En die titel Sein und Zeit, die verraadt in zekere zin al dat wat Heidegger doet in Sein und Zeit is laten zien dat zijn is eigenlijk tijd. Of meer precies, hij zegt wij verstaan zijn vanuit de tijd. Mm-hmm. Ja? En hij laat ook in Sein und Zeit zien dat wij als daar zijn temporele wezens zijn. Wij zijn eigenlijk vertijdelijking van de tijdelijkheid. Oké, okay, wat betekent dat? Wat betekent dat? We zijn de vertijdelijking van de tijdelijkheid. Ja, wij zijn zijnde die zeg maar voortdurend niet zozeer in de tijd geworpen zijn, zoals stenen en levende organismen, maar die zelf de tijd voltrekken. Ja? Wij zijn bijvoorbeeld toekomstig, we zijn voortdurend gericht op de toekomst. Mm-hmm. Ja, ons hele bestaan, nu bijvoorbeeld ook wat wij nu aan het doen zijn, dat staat eigenlijk in het licht van het feit dat dit straks gepubliceerd kan worden, ja. Online komt, et cetera. We zijn voortdurend toekomstig. Toekomstig. Mm-hmm. Ja. Maar we zijn ook voortdurend geweest. We hebben een verleden, zeg maar. Mm-hmm. Dat verleden is heel erg bepalend voor wie wij zijn. Dus we zijn als daar zijn toekomstig, gewezend, met een Heideggeriaanse term. En als zodanig zijn we in de tegenwoordigheid, gegenwärtigend, zeg maar. En dat is iets
zou je weer kunnen zeggen, als je de vergelijking met dieren maakt, dat vind je bij dieren niet. Dieren leven zogezegd in de onmiddellijkheid. Ja, die hebben een vrij onmiddellijke, instinctmatige relatie tot hun omgeving, zeg maar. Mm-hmm. Dus die hebben, om het heel simpel te zeggen, die hebben geen toekomstplannen? Nee, die plannen ook niet. Alhoewel, natuurlijk, hè, je hebt zoiets dingen als winterslaap, et cetera. Ja. Maar dat en nogmaals, de scheiding tussen mens en dier is wat dat betreft niet zo strikt als Heidegger die waarschijnlijk poneert. Die maakt echt een ontologische cut, zeg maar, tussen mens en dier, als twee totaal verschillende zijnswijzen. Mm-hmm. Daarmee ook weinig rekening houden met de evolutie, maar dat is iets waar we straks volgens mij iets over moeten zeggen. Maar dieren hebben geen geschiedenis. Ook. Ze worden niet. Wij mensen worden heel erg bepaald door onze traditie. Door wat onze voorouders gedaan hebben. Snap je? En dat vind je bij dieren niet. Maar zou het laten zien dat dieren ook trauma's kunnen hebben, niet een bewijs zijn voor het feit dat ze wel een geschiedenis hebben? Dat dieren trauma's kunnen hebben. Maar met geschiedenis bedoel ik dat de zijnswijze van die organismen sterk bepaald wordt door wat hun voorouders ervaren hebben. Hmm. Wij zijn, ik noem dat zelf wel zo, wij zijn ervaringsdieren. We doen in de geschiedenis ervaringen op en daardoor veranderen we. En die ervaring die accumuleren, dat is wat we traditie noemen, dat wordt overgedragen, et cetera. Ja. Niet genetisch, maar cultureel. En dat vind je bij dieren nauwelijks. Ja. Misschien wel heel, heel elementair, zeg maar. Dan snap je een beetje wat ik bedoel. De mens is een temporeel wezen, is een historisch wezen, et cetera. Dat is wat Heidegger en Zanussijd allemaal uiteenzet. Mm-hmm. En dat is dus de vraag naar het zijn. Ja, dus in zijn tijd probeert hij het zijnservaring van een mens te beschrijven, te denken, ja, ten opzichte van niet als zijnden, ja, als een ding, maar als vanuit die ervaring zelf. Ja, en het gaat over het zijn van de mens. Het zijn van de mens. En daarop komt hij uit dat de mens een temporeel wezen is. Ja. Fundamenteel. Fundamenteel zijn wij wezens die een geschiedenis hebben en ook onszelf zo ervaren als een wezen met een geschiedenis. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. En dat we ook naar de toekomst toe leken. Ja. En daardoor ontstaat die tegenwoordigheid. Ja. En de geschiedenis heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat wij sterfelijk zijn. Mm-hmm. En we zijn sterfelijke wezens. Dat is een belangrijke notie in zijn. De mens is een zijn zum tode. Ons zijn is eindig. We worden geboren en we sterven, zeg maar. En daartussen zijn we. Mm-hmm. Ja. Maar met die sterfelijkheid komt op een gegeven moment zoiets als historiciteit binnen. Snap je? Want? Nou, omdat... Zijn begint met het individuele daarzijn. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk beperkt. Het daarzijn is meer, zeg maar. Ja. Ik bedoel, het ene daarzijn sterft en dan komt de andere generatie, et cetera, et cetera. Dus die sterfelijkheid en die historiciteit, die hangen heel erg samen. Ik snap dat daarzijn historisch is. Ik snap dat daarzijn, mm-hmm, dus ook, dat de mens dus ook een sterfelijk wezen is. Mm-hmm. Ik snap alleen niet, laat ik zo zeggen, als we niet sterfelijk zouden zijn, zouden we dan niet historisch zijn? Nee, als we niet sterfelijk zouden zijn, zouden we niet historisch kunnen zijn. Waarom? Nou, dan zou er geen overdracht mogelijk zijn. Kijk, als we... Dat is iets wat Heidegger natuurlijk ook later pas ontdekt. Wat hij wil doen... Is het daarzijn volledig doorgronden. Volledig begrijpen. Het is in zekere zin een transcendentaal filosofie. Mm-hmm. Het daarzijn wil zijn eigen mogelijkheidsvoorwaarden begrijpen. Ja, dus wel zijn gewezenheid en zijn toekomstigheid, et cetera. Maar wat Heidegger natuurlijk ontdekt, is dat hij het daarzijn kan natuurlijk niet terug naar de Grieken.
Of naar de middeleeuwen, et cetera. Dat kan het zelf niet. Ja. Snap je? Ja. Maar het wordt daar wel... Dat is een zijnswijze waar we niet meer naar terug kunnen. Ook omdat de wereld anders waar we niet, maar waar we wel wezenlijk door bepaald worden. Mm-hmm. Wij zijn zoals we zijn... doordat de Grieken de democratie hebben uitgevonden, zeg maar. Doordat in de 14e of 15e eeuw de boekdrukkunst is uitgevonden, et cetera, et cetera. We hebben een enorme culturele erfenis. Mm-hmm. Snap je? Daar zijn we niet zelf verantwoordelijk voor. Hè? Ja, maar het bepaalt wel de wereld waarin we leven en de ervaring die we hebben. Ja, precies. Maar we moeten die verantwoordelijkheid wel op ons nemen. Zeker. En wat betekent dat, om die verantwoordelijkheid op je te nemen? Nou, dat we dat moeten dragen. Ik bedoel, we zijn in zekere zin, hoe moet je dat zeggen, we worden daardoor bepaald en we kunnen dat niet ontkennen. Mm-hmm. Ja, op die manier, dat is het verantwoordelijkheid ervoor nemen. De bewustzijn naar je geschiedenis toe, die jou zijnswereld op dit moment bepaalt. Ja. En die jouw ervaring op dit moment bepaalt. Ja. Oké, ja. En dat is zowel denk ik dan ook een individueel iets, dus je eigen persoonlijke geschiedenis, maar ook de geschiedenis van de cultuur en de omgeving waar je in zit. Ja. Misschien verder nog van de wereld waar je in zit. Ja, precies. Oké, duidelijk. Ja. Hebben we genoeg behandeld om het over zijn technologie te hebben, of moeten we nog iets bespreken? Nee, wat Heidegger op een gegeven moment, laat Heidegger steeds meer gaat ontdekken, dat is eigenlijk die vraag naar het zijn, dat het eigenlijk de vraag naar de techniek is. Mm-hmm. Dus dat wat wij zijn heel erg door de techniek bepaald wordt. En dat is wat hij op een gegeven moment in de jaren 50 begint te doen. Dat was in 1949, dus de tekst waar jij mee begon, hè, die vragen naar de techniek. Daar probeert hij op een zeg maar ontologische manier naar de techniek te kijken. Mm-hmm. Dus niet techniek, dat zijn niet de technische dingen, de technische objecten. De technische zijnden. Dat zijn niet de technische zijnden. Ja. Maar dat is in zekere zin de beweging van het zijn. Van het technische zijn. Ja, daarom spreekt u op een gegeven moment ook over het wezen van de techniek. Ja. En dat gaat hij dus, die vraag begint hij te stellen. En waarom begint hij die vraag te stellen? Omdat hij realiseert zich steeds meer dat het menselijke zijn verweven is met die techniek. Maar waarom realiseert hij zich dat? Nou, hij realiseert dat menselijke zijn verweven is met de techniek, maar hij begrijpt die techniek wel als datgene wat verantwoordelijk is, zeg maar, mm-hmm. voor die zijnsvergetelheid. Oké. Okay. Dus dat originele waarin zijn tijd naar het probleem verwijst dat we dat vergeten zijn, dat komt door techniek? Dat komt door de techniek. Oké. Okay. Dat zeg maar, de zijnsvergetelheid is niks anders dan de geschiedenis van een voortgaande technisering of technologisering, zeg maar, van het daarzijn. Mm-hmm. En wat betekent dat? Technologisering van het daarzijn? Nou, dat het daarzijn steeds technischer wordt. Mm-hmm. Dus dat de menselijke ervaring steeds meer bepaald wordt door techniek? Juist. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, precies. Maar techniek is vervolgens voor hem een bepaalde duiding, een bepaalde interpretatie, zeg maar, van het zijn. Mm-hmm. Een interpretatie die teruggaat tot Plato en Aristoteles, teruggaat tot de metafysica. Mm-hmm. Dus er zit een bepaalde interpretatie van de natuur achter. Hij heeft op een gegeven moment in die vragen naar techniek, ja, hoe zien wij in het Westen de natuur als een bestand? Huh? Wat is de natuur voor ons in de moderne techniek? Dat is een voorraad energie, mm-hmm. en een voorraad grondstoffen. Daartoe wordt de natuur, zeg maar, gereduceerd. Mm-hmm. Ja. En dat is een vorm van zijnsverstaan. Ja. He, dat is het zijn van de natuur wordt op een bepaalde manier begrepen. En dat begint, zeg maar, bij Plato en Aristoteles. En dat ontwikkelt zich. Langzaam maar zeker via de middeleeuwen en de renaissance en de moderne tijd wordt dat technische, je zou kunnen zeggen materialistische natuurverstaan,
wordt steeds dominanter, wordt steeds hegemonischer. Totdat in de moderne tijd dat technische natuurverstaan volstrekt exclusief wordt. We kunnen natuur niet meer anders zien, zeg maar, dan een reservoir van materie en energie. Hè? En we kunnen de natuur niet meer anders zien als een mechaniek. Hè? Vandaar ook al mechanistische en materialistische theorieën over de natuur. En dus de techniek is voor Heidegger niet zozeer al die technische zijnde, maar dat is dat verstaan, dat zijnsverstaan, dat maakt dat wij op een steeds technischere manier met de natuur omgaan. En allerlei technieken ontwikkelen om die natuur te exploiteren en te ordenen. Dus de reden waarom er op een bepaalde manier machines gemaakt kunnen worden, is in essentie omdat we de natuur op een bepaalde manier zien en niet op een andere manier. En die manier is dus als een reservoir van energie die we kunnen putten. Ja, energie-materie. Ja. Energie-materie. Ja. En om die reden is technologie dus in essentie niet de dingen die we zien, maar die zijn verstaan. Die manier van te kijken, van de natuur ervaren. Ja, en dat is zijn. Dat is ontologie. Ja. Die concrete technische zijnde zijn eigenlijk een soort gevolgen, zeg maar. Dat is echt, zo ziet Heidegger dat. De machine is een soort gevolg van die technische interpretatie van de natuur. En dat geldt ook voor Heidegger, voor digitale technieken. Een natuur die je wilt exploiteren, is een natuur die op een gegeven moment ook gecontroleerd wil worden. Dat betekent gekwantificeerd, gecontroleerd, et cetera. Wat zal een ander soort zijnsverstaan zijn van de natuur die niet zoals dit is, waarin het geen bestand is, zoals je het noemde? Nou, bijvoorbeeld een panpsychisch verstaan, zeg maar, waarbij de natuur zelf een bewustzijn heeft. Of een animistische natuurverstaan, waarbij de natuur begrepen wordt als een eigen subjectiviteit hebbende, zeg maar. De natuur als geheel heeft dan een eigen subjectiviteit of een eigen psyche. Of de natuur als schepping, zeg maar. In de christelijke metafysica is de natuur nog niet een reservoir van materie en energie, natuurlijk. Maar dat heeft God geschapen. God heeft wel geschapen voor Adam en Eva om daar uit te nemen wat ze willen. Precies. Ja. Kijk, en er zit in Heidegger iets in van... Heidegger schrijft in de 20e eeuw, midden van de 20e eeuw. Hij ziet die enorme industrialisering en die technologisering. Hij ziet dat steeds dominanter wordt, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat hij ook ziet, is dat waar hij van uitgaat, is dat dat op een of andere manier begonnen is of voorbereid is bij de oude Grieken. Ja. Want dat is onze traditie. Dat die 2500 jaar zijnsgeschiedenis, dat is waar hij naar kijkt, zeg maar. Het zijn zelf heeft een geschiedenis. Ja, niet alleen het individuele daarzijn heeft een geschiedenis, maar onze hele traditie, het zijn zelf, is één grote geschichte. Ja? En dus wat hij dan probeert te doen is, het begint bij de Grieken, maar die zijnsgeschiedenis, wat je daarin ziet, is dat technische denken steeds sterker wordt, steeds dominanter wordt, steeds krachtiger wordt. En dat ziet hij als een vervalsgeschiedenis. Die zijnsgeschichte, dat is een vervalsgeschiedenis. Van een oorspronkelijke openheid, die je bij Herakleitos en Parmenides nog hebt. De vraag naar het zijn. De Grieken waren verwonderd over het zijn van de zijnden. Doordat ze het zijn begrepen. Het is een soort magisch moment, het Griekse wonder. Vervolgens zijn ze dat zijn gaan begrijpen, gaan duiden, theorieën erover gaan bedenken, et cetera. En dan begint die westerse traditie. Want de volgende generatie gaat daarop reageren en gaat betere theorieën bedenken, et cetera. En je ziet een soort, metafysisch verhardingsproces.
Snap je? Die openheid naar het zijn toe en naar het zijnde toe, die wordt steeds meer gesloten. En dat is wat de metafysica van Heidegger is. Ja. Tot in onze moderne tijd, dat ons denken over de natuur is volkomen technisch. We kunnen op geen andere manier meer over onszelf, over de natuur, over de kosmos, et cetera, denken dan technisch, mathematisch. Ja. En zou je ook kunnen zeggen dat ons begrijpen steeds beter is geworden, zo goed is geworden dat het dan andere zijnswijzen of verstaanswijzen eigenlijk neutraliseert? Want je noemt ja, het, ja, precies. Het is gesloten, het is van openheid naar geslotenheid gegaan. Dat is eigenlijk wat je zegt. Er is één mogelijkheid overgebleven. Ja. Maar wat je ook kan zeggen is dus dat één mogelijkheid het succesvolste is gebleken. Ja, zo kun je dat zien. Maar dat is niet zoals Heidegger dat ziet. Voor hem is dat gewoon een soort ontrolling of een ontvouwing. Zeg maar, wat datgene wat bij de oude Grieken is ontworpen, voor het eerst is gedacht, dat wordt eigenlijk gerealiseerd, zeg maar, in de westerse traditie, in de westerse geschiedenis. En zo ziet hij de technische werkelijkheid ook niet anders als een realisering of een concretisering of als een verwerkelijking of een verwezenlijking, zeg maar, van het metafysische ontwerp, het metafysische denken van de natuur. De hele westerse traditie is een verwezenlijking van dat metafysische denken. In onze techniek concretiseert ons technische verstaan zich. Ik bedoel, de informatisering en de computerisering is natuurlijk al voorgedacht in Leibniz. Als Leibniz op een gegeven moment zegt van, als God rekent, dan is de wereld, cum deus calculat mundus fit. Daar zit al een mathematische, calculatieve idee van de werkelijkheid in. En bij Hegel, als Hegel het heeft over het absolute weten. Ja. Dat is iets wat wij aan het realiseren zijn, zeg maar, in onze digitale technologie. Dus dat internet en de informatisering en de algoritmisering en big data, dat is niks anders dan de verwerkelijking, concreet, zeg maar. De materialisering van dat denken. Van dat denken. Dat is Heidegger's opvatting, hè? Ja, duidelijk. En ik meen me ook te herinneren dat hij ook wel een switch maakt of een cut maakt tussen het denken over natuur bij de Grieken en het denken over natuur dat we met de moderne technologie hebben. Ja, natuurlijk. Ja. En dat enigszins een negatieve lading krijgt met de moderne technologie. Nou, het wordt steeds technischer. Ja. Bij de Griekse natuurbegrip is dat van de fusis. Datgene wat vanuit zichzelf verschijnt en bloeit en groeit, zeg maar. Wat bij de Romeinen natura wordt. Dat betekent geboren worden. En wat bij in de middeleeuwen wordt dat de natuur wordt de schepping. Zeg maar. Bij Descartes wordt natuur res extensa, et cetera. Dus dat natuurbegrip verandert voortdurend. Hè. Maar het neigt steeds meer naar pure materialiteit. Bewerkbare materialiteit. Ja, en energie. Ja. Ja, en tegelijkertijd dus ook wordt het steeds logischer om het te willen beheersen en te willen ordenen. Ja, logisch. Ja, kijk, Heidegger zou zeggen, die wilde ordening, die gaat vooraf aan de natuurwetenschap. En hij zegt ergens in die vage naar de techniek van het wezen van de techniek is eerder dan de natuurwetenschap. En we gaan er, historisch gezien natuurlijk, is de natuurwetenschap eerder. En op grond daarvan kunnen er allerlei technologische ontwikkelingen worden gedaan. Dat is de historische interpretatie. Zo zien we dat ook meestal. Maar Heidegger zegt, nee, die wil tot macht, zeg maar. Die wil tot ordening. Dat wezen van de techniek, het heersen van het wezen van de techniek, wat ook een machtswil is. Hij spreekt ook met Nietzsche van een wil tot macht. Dat gaat vooraf aan de natuurwetenschap. De natuurwetenschap ontwikkelt zich omdat wij
in die beheersingsdrang zitten. Ja, omdat die in die wilde ordening zitten. Ja. Maken we wetten in de natuur waarmee we de natuur kunnen beheersen, controleren, etc. Voorspellen. Ja, en wordt de natuur een geheel van berekenbare krachten en processen. Ja. Maar reduceert hij dan niet in principe technologie dan tot de wil tot ordening? Wil tot ordening, wil tot macht, wil tot beheersing. Ja. Ja, er zit heel duidelijk een theorie van een beheersingsmetafysiek. Maar dan is wetenschap, dan zijn de natuurwetten, dan zijn technologie eigenlijk hetzelfde. Voor Heidegger wel, ja. 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 En de techniek is oorspronkelijker. Dus het wezen van de techniek is oorspronkelijker nogmaals dan het wezen van de natuurwetenschap. Dat is een these die hij heel nadrukkelijk naar voren brengt. Ja, oké, okay, maar nu zeg je dat anders. De wezen van technologie is anders dan is oorspronkelijker dan het wezen van de natuurwetenschappen. Ja. Het wezen van technologie is de wil tot ordening. Ja, de wil tot beheersing. En daaruit vloeit ook natuurwetenschappen. Ja. Maar dan hebben ze toch dezelfde oorspronkelijke wezen, dat is de wil tot ordening. Dus dan komen ze in principe toch tegelijk naar voren. Of, nou, of bedoel je meer dat... Vanuit die wil tot macht benader je de natuur op een bepaalde manier. Er zijn bepaalde dingen die je wilt weten. Mm. En anderen niet. Snap je? Mm-hmm. De machtswil, wille toe macht, die term gebruikt hij ook heel vaak, die komt natuurlijk van Nietzsche, die bepaalt hoe wij de natuur op de pijnbank leggen, hè? Hoe wij met de natuur experimenteren, wat wij daar precies van willen weten. Mm-hmm. En je kunt ook aan een andere natuurwetenschap denken, zoals bijvoorbeeld die van Goethe. Die heel erg gebaseerd is op de directe ervaring. En op het tot je laten inwerken van kleuren en geuren, et cetera. Er is een romantische fysica geweest, een romantische biologie geweest. Die een heel andere methodologie heeft. Waardoor de natuur op een heel andere manier tevoorschijn komt. Ja. Snap je? Maar die wordt steeds meer, dat is Heidegger's these. Je kunt natuurlijk afvragen of dat klopt. Maar Heidegger's these is dat die alternatieve natuurervaringen, dat die steeds meer worden verdrongen, mm-hmm. zeg maar, door die mathematisch-technische natuurduiding. Ja. En vooral is het belangrijk om dit te beseffen als daar zijn zijnde, omdat je de verantwoordelijkheid moet nemen voor die geschiedenis, zoals hij in zijn tijd geschreven heeft. Dus dat je begrijpt dat de zijnswijze waar je in zit, een geschiedenis heeft van tot aan de Grieken. Ja. Geloof ik. Dan. Ja. En dat wij dat als moderne mens voltrekken, zeg maar, zonder daar onszelf zozeer van bewust te zijn. Want wat is het wezen van de techniek? Ik leg daar zelf altijd de nadruk op. Dat is bij Heidegger in de meest fundamentele zin een imperatief. Mm-hmm. Wij worden door het zijn, zoals hij dat noemt, opgeroepen. Besteld, gedwongen, hoe je dat ook wilt noemen, om de werkelijkheid te ordenen, in kaart te brengen, alles steeds efficiënter te doen, nieuwe technologieën te ontwikkelen, te innoveren, et cetera, et cetera. Dat is wat we doen. En dat is niet iets, zegt Heidegger, dat we uit onszelf hebben gehaald. Ja. Die dwang komt niet uit ons, die komt ook niet uit de natuur. Ja. Nee, die komt vanuit het zijn. Really simple. Ik zal dit. Wacht, ik laat hem even gaan. Ja, ik kan volgens mij hier op drukken en dan moet hij hem uit zonder dat hij... Okay. Ja. Bedoel je daarmee heel simpel gezegd dat de wereld problemen oproept die wij moeten oplossen? En dat het imperatief is waardoor wij steeds met nieuwe innovaties en technologieën komen? Dat is meer de pragmatische interpretatie, zeg maar, van technologie. Dat is niet Heidegger's duiding. Nee, dat begrijp ik. Maar ik probeer even heel even dat die duiding die aan, zoals je hem Heidegger beschrijft, mm-hmm. om daar gewoon een heel concreet voorbeeld aan te geven. Mm-hmm. Om te kijken of we het over hetzelfde hebben. Ja. Kijk, ik denk dat de pragmatist, de pragmatische filosoof, het initiatief
toch meer nog bij de mens zal liggen, denk ik. En de relatie tussen de mens en de dingen. Mm-hmm. Terwijl het wezen van de techniek bij Heidegger niet ontspringt aan de menselijke subjectiviteit. Dat heeft ons eerder in zijn greep. Hmm. Ja? En het is in de moderne tijd, waarin die greep van de natuur steeds duidelijker wordt, mm-hmm. dat we onder die imperatief van het gestel staan, zoals hij dat noemt. Het wezen van de techniek is het gestel, namelijk het stellen en het opvorderen en het exporteren van zijnden. Dat we dat steeds meer voelen. Mm-hmm. En dat we dat ook niet zelf in hand hebben, maar dat gewoon van ons verlangd wordt. Dat gebeurt op een planetaire schaal. Dat ons eigenlijk voor het eerst pas wakker maakt, zeg maar. Doet ontwaken voor het wezen van de techniek. Iets waar we altijd al in staan vanaf de Griekse oorsprong, of de Griekse aanvang. Maar pas in onze tijd beginnen we, als het goed is, dan beginnen we ons dat pas te beseffen. Dat we onder die aanspraak staan. Ja. En dan, op dat moment, kunnen we ons daarop gaan bezinnen. En hoe ziet zo'n bezinning eruit dan? Want als wij nog steeds in dat zijnsverstaan zitten van de wil tot ordening, die dus leidt tot technologie. Mm-hmm. Hoe ziet zo'n bezinning, wat betekent zo'n bezinning dan? Wat betekent zo'n bezinning? In ieder geval ons daarvan langzaam maar zeker van bewust worden. Ten eerste ons van bewust worden dat zoiets als de techniek geen instrument is. Mm-hmm. Dat niet iets is wat wij ontwikkelen. Dat wij in de hand hebben en waarvan wij zeg maar het functioneren en de doelstellingen van bepalen, maar dat het een soort autonome beweging is. Dat is het eerste bewustwording, zeg maar, Heidegger. En daar zit natuurlijk al een vorm van bezinning. Vervolgens is het ons bewust worden van hey, die technische werkelijkheid, die komt ergens vandaan. Die is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Waar komt die vandaan? Die komt uit de verlichting, uit de industrialisering, uit de middeleeuwen. Dat is wat Heidegger concreet doet, ook in zijn werk. Teruggaan naar de geschiedenis. Ja. Teruggaan naar de zijnsgeschiedenis. Hoe is dit eigenlijk zo gekomen? Dat is, in zijn of Zuid wordt dat het project van de destructie genoemd. Hoe komen we aan onze concepten? Hoe komen we aan ons zijnsverstaan? Ja? Hij ziet een van de duidingen van de techniek die hij geeft is, techniek is een geschiek. Het is ons lot. Wat betekent dat? Nou, dat het geschiek en geschichte, die twee termen die hangen heel nauw samen, dat techniek een soort, niet een noodlot is, maar dat is datgene wat ons in onze geschiedenis heeft geschikt. Mm. Ja? Dat is daar staan we in. Dat is een erfenis. En dat is daarom ook niet iets wat we zomaar 1, 2, 3 kunnen veranderen. Ja. We zijn er helemaal mee vergroeid. Met ons hele denken is technisch. Zeg maar. Ja, zoals we al hebben besproken inderdaad. En het feit dat je als individu geboren wordt in een wereld, in een specifiek soort wereld, die ja. dan heel sterk technologisch ja, bepaald je is. Wordt erin, Heidegger noemt die geworpenheid. Je wordt geworpen in de wereld, inderdaad. Ja. En dat is niet iets wat je zelf kan kiezen. Of nee. En hoe die wereld is, dat bepaalt ook grotendeels hoe jij gaat zijn. Ja. Hoe jij de wereld gaat ervaren. Ja. En grotendeels wordt dat steeds meer een mathematische kijk op de natuur. Ja. Ja, en een informationele kijk, et cetera. Dus dat is Heidegger. En dat is natuurlijk heel veel kritiek op te geven. In de hedendaagse techniekfilosofie is daar heel veel kritiek op. De idee dat de techniek iets autonooms is, of dat een determinerende macht is. Daar wordt door heel veel techniekfilosofen in vraag gesteld. Bijvoorbeeld door de postfenomenologen, door de sociaal constructivisme, door de STS'ers.
Was in de STS'ers? De Science and Technology Studies. Oh, die laten zien dat er, dat er geen autonome dynamiek is, maar dat mensen en collectieven wel degelijk voortdurend invloed hebben, zeg maar, dat er steeds keuzes worden gemaakt. En dat die hele massieve Seinsgeschichte van Heidegger, dat het een illusie is. Er is heel veel kritiek op. Maar ik zelf vind die Heideggeriaanse diagnose wel erg plausibel. Mm-hmm. En waarom... Tenminste, in grote lijnen. Ja. Maar goed. Ja. Wat blijft er over? Dus er is heel veel kritiek op. Maar wat blijft er dan van waarde over? Van Heidegger's theorie en beschrijving, ontologie, technologische ontologie? Nou, bij die mensen heel weinig, denk ik. Er is wel zoiets nog... Heidegger heeft natuurlijk een fenomenologie ontwikkeld. Mm-hmm. Die wordt vaak nog wel toegepast. Daar wordt vaak nog wel naar gekeken. Maar de Heidegger's techniekanalyse wordt voornamelijk verworpen. Dus er wordt niet op voortgeborduurd, zeg maar. Ja, dat begrijp ik. Wat als jij... Je zegt dat je zelf namelijk wel het meeste nog of in grote lijnen nog steeds achter Heidegger's idee staat. Maar zoals je het zegt, klinkt het alsof je er wel een deel van die kritiek van de hedendaagse technische filosofie meeneemt. Dus wat ik dan benieuwd naar ben is... Ja, ik denk dat hele massieve, monolithische, dat wat je bij Heidegger eigenlijk vindt, dat inderdaad niet vol is te houden. Mm-hmm. En dat Heidegger onvoldoende, maar dan komen we langzaam bij Stiegler. Mm-hmm. Ik weet niet of we daar al naartoe zijn. Ja, tenzij je denkt dat er nog... Ik kan ook veel meer over Heidegger zeggen natuurlijk, maar dat Heidegger echt toch wel onvoldoende aandacht geeft voor concrete technieken. Daar was natuurlijk helemaal niet op gericht, het interesseerde me heel weinig. Het ging hem over het wezen van de techniek, over het ontologische, het zijn van de techniek. Maar dat hij zich onvoldoende realiseerde dat het technische zijnde zelf ook invloed heeft op hoe wij de natuur begrijpen. Dus het technische zijnde heeft zelf invloed op het technische zijnsverstaan. En dan komen we langzaam zeg maar meer in een soort Stieglerianse vaarwater. Ja, inderdaad. Dat klinkt wel erg. Zoals ik Stiegler gelezen heb. Alsof, ja. Want is dat ook dan ook Stieglers reden waarom die op reageert op Heidegger? Is dit de specifieke relatie van hem? Ja. Je weet... Dat Stieglers hoofdwerk heet La technique et le temps. De techniek en de tijd. Techniek en de tijd. En dat is natuurlijk ook een verwijzing naar zijn ontzijd. Heidegger is zijn ontzijd. Zijn is tijd. En zijn moet begrepen worden vanuit de tijd. Is temporalisering, is historiciteit, is geschiedenisheid, et cetera. Wat Stiegler wil laten zien in zijn trilogie tot nu toe, maar er zijn nog meer boeken gepland, is dat de tijd, de menselijke tijd, de existentiële tijd, niet de fysische tijd, maar de tijd van de geschiedenis, mm-hmm. zeg maar, de culturele tijd, dat die alleen maar gedacht kan worden vanuit de techniek. En dat is enerzijds voortbouwend op Heidegger, maar anderzijds kritisch naar Heidegger toe. Mm-hmm. En de manier waarop je dat best in kunt steken, volgens mij, is als Heidegger de historische tijd probeert te denken, in zijn site, de gewezenheid, kan ik het best uitleggen. Het daarzijn is historisch, het wordt bepaald door zijn geschiedenis, door de traditie. Maar die geschiedenis, daar is hij zelf niet bij aanwezig geweest. En wij zijn niet aanwezig geweest bij de Grieken en bij de middeleeuwen en in de verlichting, et cetera. Ja, ja. Maar dat is niet te min. Het is behoorlijk bepalend, determinerend voor wie wij zijn. Huh? Mm-hmm. Maar hoe kan het dan, zeg maar, dat wij die bepaling vanuit het verleden ontvangen? Huh? Hoe kan het dat wij historische wezens zijn? Hoe kan het dat wij door onze geweestheid bepaald worden? Ja, dat legt hij dus vooral in het in technologische zijnde. Of technische zijnde. Ja, dan komt Stiegler eigenlijk dus uit een vrij eenvoudige gedachte van ja, maar hoe kunnen wij in het verleden aanwezig zijn en hoe kan het verleden zeg maar doorwerken tot in onze tijd? Ja, dat kan alleen maar door techniek. Mm-hmm.
Dat kan alleen maar doordat het daar zijn voor ons, zeg maar, technieken heeft ja, afgescheiden, dus kunnen zeggen, of geproduceerd, waar wij nog steeds toegang toe hebben. Heel simpel. Waarom kunnen wij nog steeds zeg maar met Plato denken, filosoferen met Plato? Ja, omdat Plato boeken heeft achtergelaten, geschriften heeft achtergelaten. Wij kunnen nog steeds in zekere zin aanwezig zijn bij Plato. Bij zijn denken. Bij zijn denken. Ja. Omdat we nog steeds dezelfde technologie delen. Dan moet je het schrift denken als een technologie. Ja. Want dus onze verbinding met Plato wordt alleen maar gevormd door de techniek van het schrift. En die techniek van het schrift is precies datgene wat die historiciteit van de mens ja. überhaupt mogelijk maakt. En dat is iets wat Heidegger zelf nooit heeft gedacht. Op een of andere manier is het in zijn site ergens wel aanwezig als die het heeft over historische objecten, over dingen die in het museum staan, et cetera. Ja. Mm-hmm. En dan vraagt hij zich af, ja, wat voor zijnswijze hebben die eigenlijk? Ja, die vraag stelt hij, maar vervolgens zegt hij daar heel weinig over en gaat hij daar, springt hij daar overheen, in ja. zekere zin. En Stiele maakt daar een heel belangrijk punt van. Het daar zijn kan maar zijn wat het is, het kan maar historisch zijn, doordat het de beschikking heeft over techniek. Doordat ja. het... En in dit specifieke geval over schrift, maar het kan ja, dus ook... Ja, dat kan alles zijn, ja. dat, natuurlijk. Maar ergens zegt hij volgens mij dus ook dat culturen zelf alleen maar vanwege technologie mogelijk kunnen zijn. Ja, culturele overdracht is alleen maar mogelijk op basis van technologie. Dus waar hij dan voor mij naar verwijst is dat totempalen bijvoorbeeld zijn een soort techniek. En die kunnen alleen ja. maar bestaan doordat er handwerk dingen zijn waarmee je het kan maken. En er een bepaalde techniek is waar je het mee kan maken. Ja. Of... televisies natuurlijk is een heel duidelijk iets wat cultuur sterk bepaalt, popcultuur ja. is vooral bepaald door, ja. door tv bijvoorbeeld. Ja. Maar wat ik interessant vind hieraan is dan dus, kijk, als die genus tussen mij en Plato alleen maar mogelijk is door het schrift, nou dat is natuurlijk, daar is ooit een keuze van, of een keuze, dat heeft zelf ook een historisch karakter, hoe dat schrift opgebouwd is. Mm-hmm. Want de Egyptenaren hadden een andere manier van gedachten externaliseren. Die hadden hiërogliefen. Ja, inderdaad. En de Chinezen die hebben weer een andere manier, ja. een heel ander schrift. En ook dat bepaalt weer hoe jij denkt over die externalisatie van je gedachten. En dat bepaalt ook weer de manier waarop je denkt. Of dat heeft er een effect op. Juist, dat is volgens mij de kern. Dus dat de techniek ook bepaalt de manier van toegang tot het verleden. Hmm. De toegang die wij hebben tot Plato is alleen via het schrift. Ja. Via het alfabetische schrift. Dat is de enige toegang die we hebben. We kunnen niet met Plato letterlijk in discussie. We kunnen niet bij hem zijn. De levende Plato is dood. Maar het enige wat hij heeft overgedragen is, zijn zijn geschriften. En dat geldt ook voor Aristoteles. Dat geldt voor Thomas van Aquino, et cetera. Maar dat betekent dus dat het toegangsinstrument, zeg maar, de techniek is dus heel erg bepalend voor hoe wij historisch zijn. En als op een gegeven moment de boekdrukkunst wordt uitgevonden, dan heeft dat een enorme impact op onze manier van leven. De reformatie ontstaat, het kapitalisme kan ontstaan, omdat je zoiets als boekhouding kunt doen, et cetera. Dus vervolgens in de 19e eeuw de grammofoonplaat en film en radio wordt uitgevonden. Dat is een ontzettende... Het ontketent ontzettend veel verandering. Ja. Maar zowel in de manier waarop we onszelf verstaan, ons leven vormgeven, maar ook in de manier waarop we onze eigen geschiedenis opnieuw beginnen te begrijpen. En ook de manier waarop we onszelf tot onze toekomst verhouden. Snap je? Ja. Dus dat is een belangrijke gedachte bij Stieler, die je bij Heidegger niet vindt. Dat ons mens zijn, onze zijnswijze, heel sterk... niet zozeer bepaald, maar geconditioneerd, geconstitueerd wordt, moeilijk filosofisch wordt, maar door techniek. Ja, door ook specifieke technologieën. Door specifieke technieken, ja, ja. die altijd een specifieke aard hebben. Kijk, het alfabetische schrift
Is natuurlijk een hele bijzondere vorm van schrift. Je had het net al over de hiërogliefen. Mm-hmm. Toen noemde ik het Chinese karakterschrift. Maar wat zo uniek is aan het alfabetische schrift, is dat het, en dat is een moeilijk Stigliaans woord, dat het orthothetisch is. Het kan wat wij zeggen, het kan het spreken, mm-hmm. op een exacte manier reproduceren. Mm-hmm. Omdat het fonetisch is. Elke klank die ik uitspreek, en die in orale zin is dat iets continus, zeg maar, mm-hmm. wat we nu aan het doen zijn. En dankzij deze registratietechniek kunnen we die continuïteit weer vangen. Maar het alfabet is een manier om met 26 fonetische tekens, of ik weet niet wat, 24, ja, inmiddels. Ligt aan welke taal je zit, maar. Ligt aan welke taal je zit, maar in het Grieks waren volgens mij 26. Met die 26 tekentjes, mm-hmm. kun je het spreken registreren en daarmee vastleggen. Maar op een orthothetische manier. Je kunt precies. Precies, ja. Exact is het geregistreerd. En het kan dus ook exact overgedragen worden. En dat opent de mogelijkheid van interpretatie. Van interpretatie of van overdracht van denken? Van overdracht enerzijds, maar ook van interpretatie. Want wat er vervolgens gebeurt met de teksten van Plato en Aristoteles, is dat ze geïnterpreteerd worden door Cicero, door Epicurus, etc. En dan begint de geschiedenis van de filosofie. En dan begint ook wat Heidegger de Seinsgeschichte noemt. Want de Seinsgeschichte is eigenlijk een geschiedenis die gedragen wordt door in eerste instantie de schrifttechniek. Dat is een interessante gedachte, dat interpretatie alleen mogelijk is dankzij het schrift. Ja. Want wanneer het schrift het niet is, kun je gedachten alleen maar persoonlijk overbrengen. En precies. Dan kan ik altijd zeggen, nee, dat is niet juist wat ik zeg, klopt. En doordat de originele denken er niet bij is, ben je aangewezen op je eigen interpretatie dus van de tekst. Ja. Ja. En het schrift is een exteriorisering van het spreken. Mm-hmm. Het is een veruitwendiging van het spreken. Het is een materialisering. Een spatialisering ook. Hè. Je kunt het voor je brengen. En daarmee ook een objectivering. Mm-hmm. We kunnen het delen. En dat maakt allerlei nieuwe dingen mogelijk. Dat maakt bijvoorbeeld het maken van een wetboek mogelijk. Ja. Het maakt wetenschap mogelijk. Het maakt eigenlijk al datgene mogelijk waardoor het Westen is geworden. Ja. Het Westen is die cultuur, is de cultuur van het schrift, de cultuur van het boek, de cultuur van het alfabetische schrift. Zou je kunnen zeggen. Van het alfabetische schrift, maar ja. De Chinese cultuur heeft ook schrift, toch? Ja, die zijn ook heel heeft een pictografisch schrift, maar dat is een heel andere cultuur. Ja. Tot op het moment dat ze in contact komen met de westerse cultuur, dan krijg je natuurlijk allerlei uitwisselingen, et cetera. Ja, met name een enorme invloed van het Westen. Maar er is natuurlijk ook een omgekeerde invloed. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk, er is iets als een Egyptische cultuur, zeg maar. Maar dat is een heel andere denkcultuur, met een heel andere technologie, met een heel andere kosmologie, met een heel andere sociale structuren, et cetera. Ja. En bij Stiegler ligt er heel erg de nadruk op het feit dat de aard van de cultuur heel sterk bepaald wordt, zeg maar, door de aard van de technologie. Ja, van specifieke technologieën die er zijn. Ja. En je zei, schrift is een externalisering van het denken. Is het van het spreken. Van het spreken. En is bij Stiegler niet per definitie technologie een externalisering van... Ja. Ja, maar dan moeten we verder terug. Kijk, iemand als Heidegger gaat niet veel verder terug dan de Grieken. Mm-hmm. Ja? Het begint bij de Grieken. Griekse aanvang, dat is bij Heidegger altijd, daar gaat het altijd over. Daar hebben we voor het eerst zijns verstaan, daar wordt voor het eerst de vraag naar het zijn gesteld, et cetera. Nou, dat is een soort grecofilie of een grecocentrisme. Ja. Maar de mens bestaat natuurlijk al langer. Ja. En wat Stiegler laat zien, wat Heidegger onvoldoende beseft, is dat Griekse wonder, die enorme explosie van culturele, filosofische, wetenschappelijke activiteit, die wij het Griekse wonder noemen,
dat zij kunnen zeggen, een effect is of mogelijk is geworden door het schrift. Mm-hmm. Nou, de Grieken hebben het schrift overgenomen van de Phoeniciërs. Want die hebben dat fonetische alfabet. Waar komen de Phoeniciërs vandaan? Die komen uit Libanon. Ja, de buurt okay. van Libanon. En hoe dat alfabetische schrift heeft natuurlijk ook weer voorgangers. In het spijkerschrift. Dat in Babylonië en Sumerië is uitgevonden. Maar wat de Grieken hebben gedaan, dat is echt de grote prestatie van het Griekse volk, volgens Stiegler, is dat ze het schrift, dat eigenlijk in eerste instantie uitgevonden is als een soort geheugentechniek, mm-hmm. Dat met name een economische functie had. Hoeveel graan bevindt zich nog in dit schip, hoeveel slaven heb ik nog, et cetera. Mm-hmm. Dat de Grieken dat tot een denktechniek hebben gepromoveerd. Tot ja. een techniek van de logos. Ja. En dat is. En dat heeft de westerse cultuur geopend. Ja. En. Of mogelijk gemaakt. Ja. Maar Stiegler verbindt zijn techniek filosofie ook wel sterk aan een marxistische filosofie. Waarin, ja, dat is waar, maar misschien moeten we daar even. Nog niet op ingaan, oké? Nee, ik wilde, omdat je had het over techniek is exteriorisering. Hè? Mm-hmm. Dat klopt. En ik zei vervolgens, ja, Heidegger gaat niet verder terug dan de Grieken. Mm-hmm. Stiegler gaat veel verder terug. Die gaat eigenlijk terug tot de oorsprong van de mens. Mm-hmm. En dan komen we ook bij de vraag van wat is de mens? En Stiegler zegt, nou, de mens is een technisch wezen. De mens is een wezen dat geboren is uit techniek. Of geboren is uit technische exteriorisering. Want het is natuurlijk niet begonnen met het schrift. Het schrift is een vrij late uitvinding. Het schrift is een techniek die speciaal is uitgevonden om herinneringen vast te houden. Mm. Maar voorafgaand aan de Grieken heb je natuurlijk allerlei andere culturen. En je hebt de prehistorie. En als we meer teruggaan, dan heb je de Neandertaler en de Homo erectus en de Homo habilis en de Homo neandertalensis, et cetera. Ergens is er, als we vanuit de evolutie uitgaan, is er een soort, is zoiets als de mens ontstaan. Uit een soort aapachtige voorouder. En de these bij Stiegler is dat de techniek daar ook een wezenlijke rol speelt. En dan hebben we het natuurlijk niet over schrifttechniek, maar in eerste instantie over steentechniek. Ja. Wat onze aapachtige voorouders voor het eerst zijn gaan exterioriseren, of ervaring die ze zijn gaan exterioriseren, is natuurlijk het ontwikkelen van stenen werktuigen. Nou, dus is de eerste techniek die we hadden als mens. Ja. Of misschien waren we nog pre-mens toen? We waren nog geen mens. We waren nog geen mens. Het is dat gebruik van technieken. Ja, en in eerste instantie zijn het natuurlijk niet meer dan heel eenvoudige stenen. Hmm. Waarmee je net iets krachtiger bent, zeg maar, dan met je handen. Die gaan op een gegeven moment fungeren als een soort extra geheugen. Dat is de these, zeg maar. Mm-hmm. We weten vanuit de genetica dat evolutie voltrekt zich via genetische overerving. Dat hebben wij ook nog, we hebben een genoom, et cetera. Maar de these bij Stiegler is dat die stenen technieken en later allerlei andere technieken ook gaan fungeren, in zekere zin als vormen van geheugen, van retentie. Hmm. Dat is volgens mij zijn vergelijking tussen hoe dieren bijvoorbeeld alleen maar. Ja. Even kijken of ik het nog weet eigenlijk. Ja, want hier heb ik natuurlijk gewoon opgeschreven. De individu maakt een ontwikkeling mee in het persoonlijke leven. Alleen bij dieren, die hebben geen manier om dat over te brengen, die individuele ervaring. Die hebben alleen maar de genetische ervaring die ze kunnen overbrengen. En daardoor zijn dus ontwikkelingen veel langzamer.
Ja. En mensen kunnen die individuele ervaring wel overbrengen, maar dat kan alleen maar via artefacten, via Juist. Werktuigen. Ja, precies. Nou, daar heb je nog goed onthouden. Kijk, en dat is biologie. En wel dat tegenwoordig aan getornd wordt aan die gedachte, maar dat is eigenlijk, dat heet het wijsmanisme. De enige overdracht, zeg maar, bij organismen, en dan hebben we het vooral over seksueel reproducerende organismen, gaat via de genen. Een organisme kan allerlei ervaringen opdoen, zeg maar, kan allerlei dingen leren, kan zelfs misschien dingen exterioriseren, maar kan het niet overdragen op zijn nakomelingen. He, dus individuele ervaring kan niet overgedragen worden, want er is geen mechanisme voor. In de biologie is geen bekend mechanisme voor. Tegenwoordig hebben we natuurlijk epigenetica. Uh-huh. En dat compliceert de zaak ontzettend. Dat compliceert ook wat de theorie van. Nou, dat is een vorm van overerving die niet strikt genetisch is, maar die bovenop de genetica komt. Je kunt, zeg maar, door bepaalde genetische codes te methyleren, zoals dat dan heet, hè, en daardoor uit te zetten of juist aan te zetten, hè. En dat functioneert op basis van ervaring, mm-hmm. kan op een biologische manier toch individuele ervaring overgedragen worden op de volgende generatie. Okay. En dat is een vorm van Lamarckistische overerving. Dat je bijvoorbeeld de genen hebt voor een bepaalde ziekte of een bepaalde dispositie, wil niet zeggen dat die genen ook echt actief worden, want het kan zijn dat de epigenetica ze uitzet of juist aanzet. Juist. Dus ja. En de epigenetica is een vooral ervaringsgerichte mechanisme? Ja, dat is een vorm van Lamarckistische overerving. Ja. En de vraag is natuurlijk hoe duurzaam dat is. Maar ik weet daar onvoldoende van. Ik ben als bioloog afgestudeerd in 1994 en toen was epigenetica nog helemaal niet bekend. Dus ik ken daar alleen maar, ik kan er alleen maar over spreken, zeg maar, vanuit secundaire literatuur. Maar ik zei al, dat compliceert Stieglitz denk ik wel. Maar bij Stieglitz zelf het idee, er is alleen genetische overdracht mogelijk bij dieren. Maar mensen maken technieken, in instantie stenen technieken, en die stenen technieken die kunnen een zekere vorm van ervaring overdragen. Hè, denk er een van onze voorouders die maakt een steen. Die steen blijft bestaan, die voorouder overlijdt, maar die steen is duurzamer. Die kan door een volgende generatie opgepikt worden en als voorbeeld dienen, zeg maar, voor een iets geavanceerdere steen. Ja. Ja? En die kan vervolgens weer dienen als een voorbeeld, et cetera. En wat je dan ziet is dat er een soort co-evolutie ontstaat, mm-hmm. tussen die stenen werktuigen en de mens. En dat die stenen een bepaalde specifieke vorm aanneemt al nagelang het gebruik van die individu, is in principe de materialisering van die ervaring. Daarom is techniek een exteriorisering van ervaring. Ja, die steen die al dan bewust of onbewust. Ja, daar zit een bepaalde ervaring in ingeschreven. Ja. Heel indirect, maar die zit erin. En dat maakt het dus mogelijk dat die ervaring wordt overgedragen op de volgende generatie. Niet biologisch, maar heel indirect. Mm-hmm. Heel uitwendig, extra biologisch zou je kunnen zeggen, door die stenen. En dan komt er een soort co-evolutie op gang, waarin die stenen steeds geavanceerder worden. Dat zie je ook, hè, als je naar een archeologisch of antropologisch museum gaat. Hè, dat begint heel eenvoudig, maar dat worden op een gegeven moment hele complexe pijlpunten en speerpunten en messen en noem maar op. Die complexiteit, zeg maar, van de techniek, die co-evolueert met een toenemende complexiteit van de menselijke hersenen. Dat kun je zien. Er zit een soort parallelie tussen. En we ontwikkelen ook handen. We ontwikkelen, zeg maar, multifunctionele poten. Dus mens en technieken gaan co-evolueren. En de idee bij Stiegel is heel erg dat niet zozeer wij daarin het initiatief hebben, maar die techniek. Dus daar komt ook die autonomie van de techniek Daar komt een beetje die autonomie van de techniek. Want
wij zijn sterfelijk. Mm-hmm. Ja. En op een gegeven moment, als we zeg maar 100.000 jaar verder zijn, en er is al een, die steentechniek heeft zich al wat verder ontwikkeld, en dat zien we ook, hè. Er zijn hele steenindustrieën bekend in de steentijd, ja, en daar werd ook mee gehandeld, et cetera. Op een gegeven moment word je geboren in zo'n technische omgeving. Dus die technische omgeving is er in zekere zin eerder. Want als individu heb je je daar maar aan te passen. Ja. Snap je? En hoe die omgeving gevormd is, bepaalt ook de manier waarop jij naar de omgeving kijkt. Ja. Als je scherpere stenen hebt, zul je waarschijnlijk makkelijker naar de mogelijkheid zien om dingen te snijden of te steken. En als je bottere stenen hebt, zie je makkelijker de benen om die kop in te slaan bijvoorbeeld. Ja, die techniek gaat ook jouw blik op de wereld bepalen. Zeg. Ja. Maar heeft ook invloed op onze biologie. En hoe we ons ontwikkelen en evolueren. Ja, 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 precies. Ja. Ja, dat we multifunctionele poten hebben, dat heeft ermee te maken dat we allerlei verschillende technieken hanteren. En dat doen we bijna op een natuurlijke manier. De techniek is eigenlijk onze tweede natuur geworden, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat is de belangrijke idee is, wat is het verschil tussen mens en dier? Ja, dat heeft te maken met techniek, met steentechniek. Met technische exteriorisering. De mens is een effect, zeg maar, van technische exteriorisering. Of ook van de interiorisering in zijn biologie, zeg maar, van die technische extra. Bijvoorbeeld door de handen, specifiek gezegd. Ja. Snap je dat? Ja, nee, dat snap ik. Stiegler die pakt in principe Heidegger's project weer op, maar die maakt het veel concreter en die gaat veel verder terug. Ja. En zijn kritiek is dat dus Heidegger geen oog heeft of niet genoeg oog heeft voor de materiële de effecten van materiële technologieën. Ja. Bij hem blijft het nog redelijk een ideologische of... niet ideologisch. Hij denkt de techniek niet. Hij zegt, het is niet zozeer zijnsvergetelheid waardoor de metafysica gekenmerkt wordt, maar techniekvergetelheid. Stiegler. Dat verwijt Stiegler weer aan Heidegger. Ja. En aan de hele filosofische traditie. Ja. En Stiegler heeft ook dan, die noemt het dus ook een farmacologisch effect van techniek, want het is tegelijkertijd een gif en een medicijn. Het is een ambivalente verhouding hebben we daar tegenover. Dat is een volgende stap. Kijk, voor Heidegger is techniek, om het heel simpel te zeggen, louter negatief. Dat vermindert onze vrijheid en openheid. Mm. Dat slipt die hele openheid, zeg maar, dicht. Dus Heidegger gaat ervan uit, impliciet, want dat wordt nooit echt bereflecteerd, dat er een soort oorspronkelijke openheid is. Oorspronkelijke openheid voor het zijn. En een onbepaaldheid, et cetera. En vrijheid. En techniek doet daar alleen maar afbreuk aan. En hoe meer techniek ontwikkelen, hoe meer we ons als het ware insluiten in een groot technisch systeem en hoe meer we inboeten aan vrijheid en openheid. Dus de techniek is eigenlijk vooral iets negatiefs. Mm-hmm. Snap je? Ja. Ja. Omdat het een steeds grotere bepaling is van een oorspronkelijke onbepaaldheid. Ja, dus en daar zit natuurlijk wel wat in die gedachte. Ja. Want techniek gaat ook steeds een grotere rol spelen in ons leven. Dat, daarom. Ja. Bepaalt ook steeds een groter deel van ons leven. Ja. Dus precies. Die negatieve ontwikkeling van Heidegger, daar zit wat in inderdaad. Ja. Dus die zou kunnen zeggen, in Stiegler's termen, voor Heidegger is techniek louter een gif. Het ondermijnt eigenlijk onze vrijheid. Mm-hmm. Steeds meer. Het sluit steeds meer. Het sluit ons steeds meer. Ja. Nou, wat Stiegler laat zien, als het zo is dat de techniek al aan de oorsprong van het mens zijn staat, mm-hmm. En dus waarschijnlijk ook aan de oorsprong van de openheid die de mens is, dat zal Stiegler niet ontkennen, dan kan het natuurlijk onmogelijk zijn dat de techniek louter en alleen vrijheidsberovend is, of
een negatieve impact op heeft. En dat zit een beetje achter die gedachte van de farmacologie. Alle technieken zijn farmaca, dat komt van het Griekse woord pharmakon. Dat betekent dat iets zowel een gif als een medicijn kan zijn. En techniek bij Stiegler kan inderdaad ondermijnend werken. Kan onze existentie frustreren, bemoeilijken, et cetera. Maar opent het van de andere kant ook. En kan het ook ondersteunen. En onze autonomie en onze vrijheid versterken, verhogen, et cetera. Dus die techniek krijgt een heel ambivalent, een fundamenteel ambivalent karakter. Ja, en dat is een heel belangrijk verschil met Heidegger. Dus Stiegler voegt daar een extra dimensie aan toe die dan weer positief is. Ja. Omdat technologie dus ook nieuwe zijnswijzen mogelijk maakt. Het is mogelijk op een andere manier in de wereld te staan door middel van technologie. Dus heel simpel gezegd, wanneer je speren hebt met een steenpunt, dan leef je een heel ander leven dan als je alleen maar stenen hebt. Ja, precies. Of pijl en boog. Of pijl en boog, ja. En een pijl en boog is natuurlijk pas mogelijk wanneer je speren hebt gehad, misschien. Ja. En het vriendschap bijvoorbeeld wordt ook een heel ander soort iets wanneer je digitale technologie hebt. Wanneer je Facebook hebt, wanneer zeg je Facebook maar. Facebook noem maar wat, dat is een bekend voorbeeld natuurlijk. Hoe werd die farmacologie door in het... Wat ik moeite had met Stiegler vooral was dat daar heel weinig een werkbare iets bij was. Dus het blijft een theoretische beschrijving van de voordelen, van de positieve kanten en negatieve kanten van technologie. Maar het blijft heel onduidelijk hoe je daarmee kan evalueren, hoe je daarmee technologie kan evalueren. Je weet dat het een gif is en een medicijn tegelijkertijd. Maar, maar misschien hoe bepaal je wanneer... Ja, dat is een belangrijke vraag. Hoe operationaliseer je dat, zeg maar? En hoe ontleen je daar criteria aan, zeg maar, om technologie te beoordelen? Dat is een belangrijke vraag. Maar ik denk, om nog misschien nog iets meer... Daar denk ik althans dieper in moeten gaan op wat die farmacologie nou betekent en waarom dat eigenlijk zo is. Ja. Want als techniek exteriorisering is van onze biologie, van onze ervaring, dus als we dingen van onszelf naar buiten brengen, dan en in dode materialiteit exterioriseren, want dat is het natuurlijk. Stiegler definieert techniek in eerste instantie als het georganiseerde anorganische. Het georganiseerde anorganische. Kijk, wij als biologische wezens zijn organisch. Georganiseerd, organisch. Onze lichamen, onze ledematen, et cetera. Dat is in zekere zin perfect op elkaar afgestemd. Nou, niet helemaal perfect. Maar het een staat voortdurend in dienst van het ander, et cetera. Het is één groot holistisch geheel, zeg maar. Alles functioneert in zekere zin perfect. Daar zullen Darwinisten het niet mee eens zijn. Maar het zijn wonderbaarlijke constructen. Eenheid, et cetera. Die op elkaar ingespeeld zijn. Heel goed op elkaar ingespeeld. En een doel spelen. En een doel in het geheel hebben. Ja, precies. Een soort circulaire causaliteit hebben, et cetera. En dat zijn wij natuurlijk ook nog. Maar die technieken, die zijn natuurlijk niet organisch. Dat is ook niet iets wat op een organische manier met ons lichaam verbonden is. Nee, dat is iets waar we mee moeten leren omgaan. Dat is iets buiten ons. Iets anorganisch. En wat ook niet voor zichzelf zorgt. Het lichaam zorgt voor zichzelf. Het geneest zichzelf, et cetera. Dat is allemaal automatische processen, zeg maar, die dat in gang houden, die het ondersteunen. Dat doet techniek niet. Dus voor techniek moeten we zorgen. Ja. We moeten daar allerlei praktijken rondom ontwikkelen, et cetera. En als we dat niet doen, dan wordt techniek toxisch. Dan gaat het ons tegenwerken. Dan gaat het ons bestaan ondermijnen. Dat is het idee van de toxiciteit.
Omdat het... Ja. Dus zou je dan zeggen dat Stigler in principe Heidegger's negatieve definitie van technologie wel als de standaard van technologie ziet, maar dat we nog de openheid hebben om het positief te incorporeren in onszelf? Ja, Heidegger ziet het positieve onvoldoende. Ja, maar voor Stigler is het negatieve ook de standaardwerking van technologie, maar we hebben nog de mogelijkheid om dat positief te organiseren. Ja, om het toe te eigenen. Zeg maar. Denk aan het schrift. Vrij complexe technologie. Daar moet je mee leren omgaan. Daarom gaan wij ook 6 jaar lang naar school. Mm. Leren we ten eerste spreken. Vervolgens leren we schrijven. We leren die lettertjes maken, zeg maar. Vervolgens leren we grammatica. We leren begrijpend lezen. We leren een brief opstellen. We leren een scriptie schrijven, zeg maar. Mm. Het zijn allemaal interioriseringen van die technische exterioriteit van het schrift. Ja? Dus als jij onvoldoende capabel bent, zeg maar, om met die techniek om te gaan, ja, dan kunnen anderen via die techniek over jou gaan heersen. Mm. Snap je? Het gebeurt ook veel. Als je niet gealfabetiseerd bent en niet op een kritische manier om kunt gaan met taal in onze cultuur, ja, dan heb je een groot probleem. Dan heb je een heel groot probleem. Ja. Snap je? Maar dat geldt ook bijvoorbeeld met die algoritmes en big data, et cetera, die tegenwoordig over ons uitgestort worden. Ja? Dat is ook zeg maar een vorm van toxiciteit. We moeten als samenleving daar ja, en dat noemt Stigler een therapie voor ontwikkelen. Hm. We moeten daar praktijken voor ontwikkelen. En dat is iets wat de politiek moet doen. Zeg maar. De politiek is ervoor om die toxische effecten van de techniek, zeg maar, om te zetten in iets heilzaams. Ja. Dat is dat noemt hij positieve farmacologie. Maar waarom de politiek? Nou, dat is wat de politiek is. Dat is Stigler's definitie van de politiek is niks anders als dat zijn die vormen van therapie die worden uitgevonden om de omgang met een bepaalde technologie in goede banen te leiden. Dus de hele Griekse polis, daar komt ons woord politiek vandaan, mm-hmm. is bij Stigler niks anders als een set van therapieën die de Grieken hebben ontwikkeld om het trauma eigenlijk, het trauma van de schrifttechniek te verwerken en daar iets positiefs van te maken. Daar een heel nieuwe cultuur omheen te ontwikkelen. Een cultuur van wetenschap, een cultuur van politiek, een cultuur van democratie, et cetera. Ja. Daarom was voor de Grieken scholing ook zo belangrijk, skole. En het was heel belangrijk dat alle burgers, maar de slaven hoorden daar in de tijd nog niet bij, maar dat alle burgers moesten in staat zijn om op te gaan met die, op een autonome, zelfstandige manier om te gaan met die techniek van het schrift. Zoals wij nu allemaal om moeten kunnen gaan met digitale technologie. Ja. En wat is dan de weg voor de politiek, wat moet de politiek dan doen om die positieve farmacologie, om die therapie te ontwikkelen? Want in principe wat de politiek tegenwoordig doet is beleid maken. Mm-hmm. En ik zie niet in hoe beleid gaat zorgen dat wij een positievere omgang hebben met... Nou ja, begrijpen dat ze daarmee bijvoorbeeld implementatie van big data die onwenselijk zijn kunnen beperken. Mm-hmm. Maar dat is niet het enige probleem waar we mee zitten met big data, volgens mij. Nee, we zitten met allerlei problemen. En een heel groot probleem is dat die technologische ontwikkeling ontzettend snel gaat. Gaat veel sneller dan politieke besluitvorming, mm-hmm. tegenwoordig. En B, het grote probleem is dat sinds, dat is wat Stigler althans weet, dat sinds de jaren 70, sinds de jaren 80, de politiek eigenlijk de adoptie van technologie, hè, zoals het dan heet, overgedragen heeft aan de markt. Mm-hmm. Dus de politiek heeft ook nog weinig middelen, weinig zeggenschap, weinig autoriteit, zeg maar, over hoe techniek geïmplementeerd moet worden en hoe met techniek omgegaan moet worden. Maar dat is wel ook vroeger altijd de taak van de politiek geweest.
hoe, en dat doet de politiek door wetten uit te varen natuurlijk. En praktijken voor te stellen. Ik ben mij heel erg aan het afvragen of hij enerzijds niet de taak van de politiek te ver inperkt en aan de andere kant ook te veel zeggenschap, niet te veel zeggenschap, maar te veel vragen van de politiek. Politiek is ook niet alleen maar bezig met technologie te ordenen. Zo. Het is ook bezig om de levens van mensen te ordenen. Dat doet hij misschien wel met technologie. Ja, maar dat gaat altijd via technologie. Ik bedoel, ons leven is door en door technologisch. Het is welk domein van het leven is tegenwoordig niet meer technologisch. Hè? Het doordringt alles. Biotechnologie, informatietechnologie, managementstechnologie. Het is door en door technologisch. Ja, dat is waar. Dus dat is de specifieke plek voor dat is de taak van politiek op dit moment, om dingen zoals big data en algoritmes, dan misschien niet per se te reguleren, maar therapieën te bedenken in de vorm van beleid, zodat we op een positieve farmacologie van technologie kunnen ontwikkelen. Ja, en ja, je had het net over dat er een marxistische component ja. in Stiegler zat, en dat is ook zo. Volgens mij verstaat hij zichzelf nog steeds als een marxist, maar je kent, dat is een klassiek marxisme, hè? Je hebt productiemiddelen ja. en productieverhoudingen. Nou, productiemiddelen, dat zijn de technologieën, zou je kunnen zeggen, en productieverhoudingen, dat zijn allerlei sociale systemen, sociale vormen, et cetera. En in Marx had je al die idee dat als de productiemiddelen veranderen, dan zullen ook de productieverhoudingen moeten veranderen. Snap je? En dat gebeurt ook voortdurend. En nu we te maken hebben met allerlei digitale technologieën, heeft dat als consequentie dat we daar op basis daarvan nieuwe vormen van produceren, nieuwe vormen van delibereren, nieuwe vormen van communiceren, et cetera, zullen moeten ontwikkelen, maar ook kunnen ontwikkelen. Ja. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat jij op dit moment doet, zeg maar, met jouw podcast. Ja, dus een nieuwe manier om... Dat is een nieuwe manier om, een platform te bieden, zeg maar, voor mensen om over dit soort dingen te spreken, bijvoorbeeld. Ja, dat is een hele autonome, empowerende manier van omgaan met digitale technologie, zeg ja. maar. En dat is een heel andere bijvoorbeeld dan die van Facebook, die toch met name heel erg consumptief is. Constructief? Consumptief. Consumptief, consumptief. Ja. Hoewel je daar natuurlijk ook wel op een andere manier mee kunt omgaan. Ja. Ik ben zelf geen Facebook gebruiker. Dus wat er wel gebeurt is inderdaad, door digitale technologieën en het internet specifiek, is wel dat de scheiding tussen producent en consument in principe opgeven is. Tenminste, in potentie opgeven is. Ja. En iedere persoon kan nu bijdragen aan de culturele beelden die we eigenlijk zien. En dat was in de jaren 60 en dergelijke heel anders. Je had televisie, iedereen keek tv, er waren een aantal kanalen die er waren. En dat bepaalde eigenlijk de beelden die jij zag. En dat heeft natuurlijk een sterk effect op de cultuur. Ik herinner me dat nog goed. Ik bedoel, in de jaren 70, ja, alles kwam uit Hilversum. Ja. En er waren twee of drie, Nederland 1 en Nederland 2, en dat was het. Maar dat maakte, Er was een aantal professionals, zeg maar, die maakten het nieuws. Die bepaalden ook wat men moest denken. Ja, natuurlijk ook kranten, et cetera. Mm. Maar er waren ook bepaalde kranten. En je las de Volkskrant of de NRC of Trouw, en iedereen zag zondagavond Van Cote en de Bie, hè, althans in bepaalde intellectuele kringen. En dat had ook iedereen gezien. En dat was ook het onderwerp van gesprek. Dat werd bepaald, zeg maar, door een hele kleine, laten we zeggen, culturele elite. Nou, dat is nu al anders natuurlijk. Ja. We zijn hier het levende bewijs van. Ja, precies. Het maakt natuurlijk op die manier, als je zoiets hebt, wat dus in de jaren 60 en dergelijke
bestond, maakt het natuurlijk ook makkelijker om een bepaalde identiteit te hebben als volk. Dat, omdat je allemaal dezelfde beelden hebt, maakt het, je praat in ieder geval over dezelfde dingen. Ja. En nu is dat natuurlijk totaal anders en dat overstijgt landsgrenzen. Ja. Ja. Maar wanneer je dus als consument kan bijdragen aan de productie en de beelden die jij ziet, dan ben je geen consument meer. Dan ben je geen consument meer. Dan ben je dus onderdeel van, van een cultuur in principe. En dat is hoe een cultuur hoort te zijn, waarbij de verschillende leden zelf bepalen hoe die cultuur eruit ziet. Ja. En het paradox is dat websites als Facebook, YouTube en dergelijke bestaan vanwege user-generated content, dus dat de meeste content door gebruikers gemaakt wordt, maar dat het tegelijkertijd op zo'n manier manipuleren dat de gebruikers die daarop zitten zoveel geneigd zijn om zo lang mogelijk erop te zitten of zoveel mogelijk te klikken op advertenties. En dit soort discussies worden daar niet op gevoerd. Ja, ik zeg nogmaals, ik ken Facebook niet, ik ken het echt niet. Ja. Ik heb heel lang geleden een account aangemaakt, dat zweeft me ergens rond op internet. Maar ik heb het niet, dus ik ken het niet uit eigen ervaring. Maar ik heb niet het idee, zeg maar, dat er op hoog intellectueel niveau van alles gebeurt. Twitter is misschien anders, weet ik niet. Maar dit soort dingen kan niet op Facebook gebeuren. Dat is ook de reden waarom ik podcast zo'n mooi medium vind. Ja. Dus, maar om nog even terug te komen, dat consumentisme, dat is... dat is eigenlijk een vorm van toxiciteit. Hmm. Hè, want de consument is eigenlijk iemand, zeg maar, de ideaal of de archetypische consument is iemand die eigenlijk alleen nog maar een unit van koopkracht is. Die helemaal niks meer weet. Ja, misschien kan die nog... op de fabriek of op kantoor dat hele eenvoudige werk doen, zeg maar, waar die voor gekwalificeerd is. Maar voor de rest weet hij niks meer. Mm-hmm. Hij wordt volkomen, zeg maar, door marketing en public relations van het bedrijfsleven geleid. En dat is toxiciteit. En toxiciteit betekent ook dat de kennis in mensen verdwijnt en gedelegeerd wordt naar de techniek. Of naar marketing, in ieder geval dat het veruitwendigd wordt. En mensen zijn kennende wezens. Denk nogmaals aan Heidegger. Hè? De mens is een zijnde dat het zijn verstaat. Wij zijn kennende cognitieve, noëtische wezens, zeg maar. Wat is noëtisch? Dat betekent noëses, kennen. Cognitief, dus het is breder dan cognitief. Het is kennen, begrijpen. Dat is wat ons tot mens maakt. Hmm. De consument is niet bepaald niet meer echt een cognitief weg. De ideale consument. Ja, en die staat natuurlijk, we kennen allemaal het voorbeeld van de couch potato, zeg maar, die Black Friday. Black Friday, zeg maar 8 uur domwerk doet op een kantoor of een callcenter en dan voor de bank gaat liggen, Netflix kijken. Dat, zo erg is het in de praktijk meestal niet. Maar dat tendeert het natuurlijk wel naar. En het kapitalistische systeem is wel een systeem dat precies die vorm van consumentisme en die vorm van proletarisering, zoals Stiegler dat noemt met de Marxistische term, bevordert. Mm-hmm. En wat bedoel je met proletarisering? Ja, proletarisering is dat kennis verdwijnt. Uit het subject. En dat die kennis meer en meer gedelegeerd wordt, zeg maar, naar technieken. En wat voor soort kennis? Zeg maar, hoe zien we dat gebeuren? Dat levenskennis, kennis om dingen te maken, allerlei vormen van kennis. Bedoel je dan concreet gezien dat dat in ieder geval veel mensen van mijn generatie, in ieder geval ikzelf, bijvoorbeeld veel minder weet hoe ik dingen in mijn huis moet repareren dan. Ja, ja. En dat is een effect van technologische voortgang en kapitalisme. Ja, dat is proletarisering. Ja, dat is proletarisering. Ja. Kijk, dat is een marxistische term. Ik bedoel, proletarisering treedt op. Begint in de 19e eeuw. Als het kapitalisme, zeg maar, machines gaat ontwikkelen. Mm-hmm. En
wat zijn machines? Ja, dat zijn technische apparaten waarin de kennis en de know-how en de gebaren, zeg maar, van arbeiders eigenlijk geobjectiveerd worden. Ja, dat is wat het kapitalisme op een gegeven moment ontdekt. Het brengt eerst arbeiders samen in zogenaamde manufacturen. Mm-hmm. Ja? En dan gaan mensen samenwerken en het leert van de manier waarop mensen samenwerken. Ja? En vervolgens ontstaan daar fabrieken. En die fabrieken, daar wordt die samenwerking die aanvankelijk nog gerealiseerd wordt door levende arbeiders, wordt meer en meer door machines gedaan. Ja. Waardoor aan het eind van de 19e eeuw de arbeider alleen nog maar op een knop hoeft te drukken, zeg maar. Ja. En eigenlijk ook helemaal niet meer weet hoe dat machinepark functioneert, want dat zijn ingenieurs die dat doen. Ja, dus dat is proletarisering. Dus de arbeider wordt in principe ten dienste gesteld van de machine. Ja. En de machine is iets wat gemaakt wordt door een ingenieur ergens in een kantoor. Ja. En die kennis dus van hoe datgene te maken wat ze al aan het maken waren, ja. dat wordt eigenlijk geoutsourced naar die ingenieurs. Dus de arbeiders verliezen die kennis van, ja. van arbeid. Ja. En, dat is hebben ook helemaal geen invloed meer, zeg maar, op die technologische ontwikkeling. Want ook die wordt door de ingenieurs gedaan. En die ingenieurs staan natuurlijk weer onder de imperatief van ja, wat ik maar even de kapitaalaccumulatie noem. Ook die zijn niet meer autonoom, zeg maar. Ook die worden steeds meer geleid, zeg maar, door een autonome logica. Ja, dus als ik het even vergelijk met het schrift, wanneer je de gedachte externaliseert naar het schrift, ontstaat er een objectieve gedachte die je eigenlijk kan verbeteren. Dus die kun je dus gaan optimaliseren, of om het even maar zo te noemen, als persoon zijnde. Maar je kan dat alleen doen als je het schrift kan. Wat er dus bij de machine gebeurt, is dat die know-how geëxternaliseerd wordt naar een machine. Ja, ja, maar het principe is hetzelfde. Dus ook het principe is hetzelfde, inderdaad. Ja. Maar die kan dus ook alleen maar verbeterd of begrepen worden door iemand die kennis heeft van hoe die machine eruit ziet. En dat zijn niet meer de arbeiders, want die hebben die kennis ook niet nodig. Nee, en denk aan software. Ik bedoel, en dat is het verschil met commerciële software van Apple en Microsoft. Wie weet in godsnaam nog hoe dit ding functioneert? Mm. Ja, bijna niemand, zeg maar. Nee. En de open software en de open source beweging is precies een beweging die zich tegen die proletarisering keert. Want die pleit er eigenlijk voor dat iedereen in principe kan programmeren. En misschien niet individueel, maar collectief. Mm-hmm. Ik weet niet of je wel eens met Ubuntu hebt gewerkt. Of, ja, ik ken het. Dan kun je in principe elk stukje software kun je zien, zeg maar, wie dat gemaakt heeft. Of wat de track record is, van alle mensen die daar aan bij hebben gedragen. Ja. Dat is een collectief project. Dus die kennis zit in de gebruiker. Snap je? Maar als je Windows gebruikt, dan ben je volledig afgesloten, zeg maar, van de technologie. Maar dan nog zit het maar in een klein deel van de gebruikers. Want ik heb inderdaad wel eens Ubuntu gebruikt, maar ik was totaal niet geïnteresseerd in... Ja, ik ook niet. Ik heb het gebruikt, maar ik kan helemaal niet programmeren. Maar ja, dat is niet per se noodzakelijk als de gemeenschap, community zeg maar, in zijn geheel maar over die kennis beschikt. Als jij maar... Je kunt als gebruiker wel misschien bedenken van, hé, wacht eens even, dit is een stukje functionaliteit wat ik mis. Ja, dan kun je die app openen en dan kun je, dus meneer die en die uit Texas, die heeft die en die toegevoegd, dan kun je mailen, kun je die niet even, dat, snap je? Op die manier, dat is een community die heeft kennis, daar is kennis intern, zeg maar, aan die gemeenschap. Maar als je een Windows user bent, dan ben je ook alleen maar een user. Ja. En als er iets aan is, ja, dan moet je een specialist of een expert laten komen. En die weet vaak ook niet wat er aan de hand is, want die is ook weer afhankelijk van protocollen. Ja. Snap je? Dus de kennis is daar uit het gebruik uit weggenomen. Ja. En dat is de kern van proletarisering. En waarom is dat een probleem dat de kennis van dat arbeid weggenomen is? Want je bent als mens niet alleen maar arbeider, je bent niet alleen maar een werker. Nee, je bent ook een consument. Maar je bent nog veel meer natuurlijk. Maar, ja. Maar ergens kan het ook heel beveiligend zijn dat je niet meer hoeft na te denken over die dingen. Want je kan gewoon je werk doen en daarna
je heil of je zinvolheid van je leven ergens anders uithalen. Mm. Ja, nee, bedoel, die arbeidsdeling is ook niet volkomen slecht, zeg maar. Maar als wij als collectief die idee hebben heel weinig invloed nog te hebben, zeg maar, op die technologische ontwikkeling als zodanig, dat is denk ik wel kwalijk. Dat we als collectief geen invloed hebben op die ontwikkeling van technologie. Ja, ja. Dat we daar geen zeggenschap meer over hebben. Want dan krijg je een situatie van aanpassing. Dan moeten we ons voortdurend aanpassen aan nieuwe technologieën. Mm. Zonder dat we daar zelf nog enige zeggenschap of autonomie over hebben. Ja, dus dan verliezen we eigenlijk weer wederom de autonomie in ons eigen leven. Omdat ja. En dan zit stiekem op de lijn van Heidegger. Dan zijn we, dan passen we ons voortdurend aan. Ja, en dan zijn we dus als consumenten ten dienste van technologische ontwikkeling. Ja. Ja. Je hebt een term als life cycle management, product life cycle en planned obsolescence. Waarbij sowieso telefoons en dergelijke, maar heel veel apparaten een bepaalde geplande levensduur hebben. Mm-hmm. En in die theorie, of dat model, is de gebruiker niet meer een persoon waar je aan levert, waar je een dienst aan levert, maar eigenlijk ook een onderdeel van het levensduur van die telefoon. Dus ja, van de cyclus van het kapitaal zelf. Ja, daar ben je dan helemaal aan overgeleverd, niet maar aan onderworpen. Ja. Zeker zin. Ja. Dus ergens in de modellen die gebruikt worden, zijn mensen al gewoon puur een onderdeel van de levenscyclus van zoals je het noemt, dat kapitaal. Ja, de consumptiesamenleving is een aanpassing van het sociale systeem op de kapitalistische productie. Nou, en hoe bedoel je dat? Nou, heel letterlijk. Wanneer is de consumptiesamenleving ontstaan? In de jaren, je zou kunnen zeggen jaren 20, 30. Mm. Daar is een heel verhaal over natuurlijk. Je kent het idee van de afnemende waarde van de winstvoet. Het kapitalisme. Ja, maar dat, Laat het nog simpeler. Het kapitalisme moet voortdurend produceren. Mm-hmm. Want anders dan gaat het ten onder. Waarom? Omdat het voortdurend moet groeien. Ja, dat idee ken ik, maar dat is het idee van die groei-imperatief. En groei betekent dat je producten moet kunnen afzetten. Ja. Ja? Maar als er geen afzetmarkt is, dan heb je een probleem. En dat probleem, dat werd ervaren onder andere door iemand als Henry Ford. Hmm. Dus een van de, nou, niet de grondleggers, maar is een van de mensen die aan de oorsprong staan van de consumptiesamenleving. Henry Ford is de eerste die hele goedkope auto's is gaan produceren, die ook zijn werknemers konden veroorloven. Nou, dat was aanvankelijk nog helemaal niet het geval. De automobiel was iets voor een rijke elite, zeg maar. Hmm. Maar wilde die productie door kunnen gaan en wilde hij kunnen ouders kunnen afzetten, moest hij een nieuwe markt openen, zeg maar. Dat is op een gegeven moment gerealiseerd. En in de jaren 20, 30 kreeg niet alleen de auto-industrie, maar ook allerlei andere levensmiddelindustrie, et cetera. De sigarettenindustrie is een heel, heel bekend voorbeeld. Die kregen te maken met een gebrek aan de afzetmarkt. Er werd geproduceerd, maar er was overproductie. Ja? En hoe krijg je die producten, zeg maar, toch afgezet in de samenleving? Dat doe je door zoiets als reclame en marketing uit te vinden. Reclame en marketing, de functie daarvan is het verlangen van consumenten voor bepaalde producten op te wekken. Mm-hmm. Dat is het hele idee daarachter. En vanuit marketing en reclame ontstaat zoiets als een consumptiesamenleving. Dus de samenleving gaat steeds meer fungeren, zeg maar, als een instrument voor het kapitalistische systeem om maar overproductie te kunnen realiseren. We consumeren ook steeds meer. Ik bedoel, in Amerika heb je mensen die hebben zoveel spullen dat ze dat allemaal niet meer in hun huis kunnen herbergen.
Maar die hebben daar speciale, ja, die huren daar ruimtes voor. Dat kun je intussen hier in Nijmegen ook. Opslagboxen. Ik weet niet hoe die, zoveel spullen heb ik helaas nog niet. Alhoewel, mijn boeken wordt inmiddels wel heel veel. Maar, snap je? Ja. Dat de consumptiesamenleving een aanpassing is. Op die afnemende winst. Ja, afnemende winst. Maar wat ik niet snap is waarom de kapitalisme moet groeien. Om in leven te blijven. Ja, dat is gewoon de logica van het kapitaal. Dat zit ook in de competitie. Als jij onvoldoende winst maakt, ja. In competitie met anderen, ja, dan lig je eruit. Snap je? En er is, ik weet niet, dat Marxisten hebben er wel eens berekend, het kapitalisme moet in zijn geheel ongeveer 3% compound winst maken per jaar, anders stort het in. En dat gebeurt ook regelmatig. Hè? Het kapitalisme heeft regelmatig crisissen. Ja. Ja, maar ik snap even niet, als ik nou elk jaar een miljoen omzet draai, en jaar 1, jaar 2, jaar 3, jaar 4, jaar 5, die miljoen omzet blijft draaien. Ja, dan lig je eruit. Je moet groeien. Ik bedoel, daar zit een groeiimperatief in het kapitaal. Maar vanwege het competitiegehalte dan, of? Nou, waarom zou je iets produceren als je er geen winst mee behaalt? Nou, ik haal er wel winst mee, maar het is gewoon hetzelfde winst. Nee, maar je moet steeds meer winst maken. Ja, maar omdat je zit in die competitie. Dus als je niet meer winst maakt als anderen, dan lig je eruit. Dat is een ijzeren wetmatigheid. Dus, wacht. Even kijken of ik het snap. Ik produceer auto's, jij produceert auto's. Ik maak een miljoen winst, jij maakt een half miljoen winst. Mm-hmm. En dat is voor jou niet zo prettig, want je wilt meer winst maken. Dus je komt steeds dichter bij die miljoen. En daardoor moet ik ook meer winst gaan maken. Want ik wil niet achter op jou zitten. Want zodra ik achter op jou zit, ga ik waarschijnlijk heel snel omlaag. Dus als ik niet omhoog ga, als ik niet op weg ben naar de nummer 1 afzetter, dan koop ik jou op. Dan koop je mij op, ja. En we hebben, dus vanwege die competitie moet die winst groeien. Ja, wij zitten in competitie ook. We moeten, wie produceert het efficiëntst? Zeg maar, wie produceert met de minste hoeveelheid arbeid? Wie is best in marketing? Wie weet de grootste markt open te leggen? Aan al dat worden, soort dingen. Ja. Ja. Maar die groeiimperatief, dat is het meest basale aan het kapitalisme. Ja, nee, ik snap wel dat hij er is, maar ik heb nooit echt goed begrepen waarom een imperatief komt ergens vandaan. Dus geen heilige wet wat uit de lucht komt vallen. Maar als we het hebben over die competitiedrang en dergelijke en het gevaar van opkoping of het gevaar van als je niet de beste bent, kun je out of job gaan of gewoon failliet gaan. Ja, precies. Hoe kwamen we hierop? Want begin had je over het marxistische element in stieren. Nou, ja. daar zitten wel marxistische elementen in. Maar oorspronkelijk kwam ik erop de idee dat ook in Marx vind je dat al, in marxisme, dat de samenleving zich voortdurend moet aanpassen of vernieuwen als reactie zeg maar, op nieuwe technologieën. Dus het technische systeem verandert. En de samenleving loopt altijd achter. De samenleving is altijd gebaseerd op een eerder technisch systeem, zou je kunnen zeggen. Ja. En het moet nieuwe vormen van produceren, van denken, van politiek, van communiceren, van educatie, et cetera, ontwikkelen op basis van die nieuwe technologie. En dat gaat altijd gepaard met een hele hoop frictie en ellende, want heel veel banen bijvoorbeeld die gebaseerd waren op oude technologie en dus oude skills, en die verdwijnen gewoon. Mensen moeten iets nieuws gaan doen. Daarom is men op het moment ook zo beducht, zeg maar, voor robotisering en automatisering. Ja. Maar over het algemeen komen er ook nieuwe banen bij. Ja, dat is tot nog toe de tendens geweest, maar de vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Ja, ik wil daar geen uitspraak over doen. Ik ben geen dat is zeker niet mijn specialisme. Maar ik snap wel dat een probleem is. Ja, dat snap ik ook wel. Dat het heel gevaarlijk kan zijn. Ik weet alleen niet wat de uitkomst gaat zijn, maar ik snap wel dat door de manier waarop automatisering versnelt, dat er heel veel banen in ieder geval heel veel banen verloren gaan. Dat kun je wel stellen. Ja. Ja, en niet alleen met de zogenaamde domme baantjes, maar ook de banen waarbij je moet nadenken. Bijvoorbeeld accountancy. Of een arts zelfs.
Als je straks hele intelligente expert-systemen hebt die betere diagnoses kunnen stellen dan een arts. Ja, waarvoor heb je dan nog een arts nodig? Ja. Of een arts moet dan iets anders worden. Okay. En daar is een punt wat iemand als stiele voortdurend maakt. Ja, er is automatisering en er is robotisering, et cetera. Maar wat we op het moment nog heel erg doen als samenleving is daar achteraan hollen. Mm-hmm. En onszelf zien, zeg maar, in competitie met die algoritmes en met die automaten, met die robots. Maar wat we eigenlijk moeten doen is proberen daar in een soort compositie mee te ontwikkelen. Hè? En die automatisering eigenlijk inzetten, niet om zelf te automatiseren, wat nu heel erg veel gebeurt, maar om te desautomatiseren. En om de tijd die vrijkomt, zeg maar, door automatisering, die vrije tijd, om die in te zetten voor heel andere dingen, voor reflectie bijvoorbeeld, en voor bezinning, en voor cultuur. En voor wat betekent desautomatisering? Ja, tegenovergestelde van automatisering. Dat we niet meer zo aanmächtig, zeg maar, achter die automatisering aanhollen en ons daardoor laten bepalen. Maar dat we dat inzetten, zeg maar, om heel andere dingen te doen. Ja. Maar dat is een heel lastige opgave, aangezien je als bedrijf in competitie bent met andere bedrijven. Precies. En dat betekent misschien dat je in ieder geval een andere vorm van kapitalisme zal moeten ontwikkelen. Die anders gaat nadenken over werk. Of misschien wel een heel ander economisch systeem. Dat beter geschikt is, zeg maar, om met die technologieën om te gaan. En wat zou dan de positieve farmacologie kunnen zijn van automatisering? Ligt het dan echt in die desautomatisering? Want hoe ik het stiekem ook begrepen heb, is dat elke nieuwe technologie ook de ruimte opent om op een andere manier in de wereld te staan. Dus of je nou meer of minder gaat automatiseren, dat is niet per definitie weer het probleem, maar dat je een, zoals je al eerder zei, een therapie ontwikkelt voor die nieuwe technologieën, om daarmee om te gaan op een andere manier. Dus je zou kunnen zeggen dat het niet zozeer gaat of erom gaat of er meer of minder automatisering komt, maar hoe wij daarop reageren en hoe we daarmee omgaan. Ja, hij is absoluut niet tegen automatisering. Dat kun je ook niet tegenhouden, zeg maar. Dat zal toch wel doorgaan. Maar het gaat erom inderdaad hoe de samenleving daarop reageert. En dat is nog niet... Niet zo duidelijk natuurlijk hoe dat moet gebeuren. Ja, want als we ervan uitgaan dat automatisering in principe het grootste deel van het werk zou kunnen overnemen, als dat überhaupt zou kunnen. Dat is natuurlijk een heel mooi idee. Ik bedoel, in de jaren 50 en 60 was dat toch de utopie. Ja. Laten machines het werk voor ons doen. Dat vind je al bij Marx. En dan kunnen wij de hele dag gaan vissen of poëzie gaan bedrijven of de liefde gaan bedrijven. Dat is in eerste instantie wel die idee geweest achter automatisering. Ja, er is natuurlijk een hele simpel idee van waarom al die technologie, ja, om ons leven te vergemakkelijken, toch? Maar het resultaat is eigenlijk averechts geweest. We zijn alleen maar steeds meer gaan werken. En het leven is alleen maar meer vluchtig geworden. En we hebben alleen maar minder tijd om na te denken, te reflecteren, et cetera. Ja. Dat is eigenlijk wel gek inderdaad. Dat we steeds meer zijn gaan werken, terwijl het eigenlijk minder nodig is. Ja. Dus we hebben, en dat zou je dan zeggen dat het echt ligt aan het kapitalistische systeem? Dat ligt aan een onvermogen, zeg maar, van het sociale om op een creatieve manier met die technologie om te gaan. Maar hoe zou dat eruit zien? Ik probeer het gewoon voor te stellen. Hè? Hoe zou dan een maatschappij eruit zien die in principe minder werkt? Want daar komt het eigenlijk op neer. En dat kunnen we ook zonder die technologie. Een maatschappij waar mensen maar 3 dagen per week werken in plaats van 5 dagen per week. Ja, nou, dat zou wel een oplossing zijn. En er zijn natuurlijk ook, volgens mij hebben we het daar nog eens een keer over gehad, je hebt ook het idee natuurlijk van een gegarandeerd basisinkomen. Zeg maar. Uh-huh. Als het dan toch zo is dat heel veel werk verdwijnt,
En als het daarbij ook nog eens zo is dat er geen nieuwe functies bij komen, geen nieuwe banen bij komen. Dat kan natuurlijk wel zijn dat dat toch alsnog gebeurt. Niemand kan de toekomst voorspellen. Waarom dan niet iedereen die geen rol speelt, zeg maar, in de samenleving, althans niet in die noodzakelijke beroepen, waarom die geen standaard inkomen geven, waardoor die in ieder geval niet meer afhankelijk is van de arbeidsmarkt, zeg maar, en meer autonomie verwerft om, ja, weet ik veel, allerlei andere dingen te doen die nuttig zijn voor de samenleving. Niet per se nuttig in de zin van dat het geld in het laadje brengt of dat het de kapitaalaccumulatie dient, maar dat het toch op wat voor manier dan ook nuttig is voor de samenleving of voor de natuur. Ja. Want we zitten bijvoorbeeld met een enorm grote ecologische crisis opgescheept. Waarom zouden al die mensen die nu werkloos zijn niet de taak kunnen krijgen om zich daarover te ontfermen? Ja. Snap je? Je kunt ook kritisch zijn op die, hoe heet het, dat basisinkomen. Je kunt daar ook wel, iets aan koppelen van oké, je krijgt dat, maar dan moet je wel op een bepaalde manier bijdragen aan de samenleving. Op wat voor manier dan ook. Het hoeft niet per se monetair te zijn, maar op een andere manier. En dan ga je nadenken over hoe kunnen we arbeid of bepaalde activiteiten op een andere manier gaan waarderen. Snap je? Die niet meer per se monetair of economisch is. Maar hoe zou dat eruit gaan zien? Want je moet het op de een of andere manier moet je het inderdaad gaan waarderen. Maar het moet, dat kan niet anders dan kwantitatief, als je dat wil waarderen. Ja, dat is moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk. En dat is een enorm groot probleem. Ja, en een groot probleem, maar ook omdat, kijk, geld is in principe een kwantitatieve weergave van waarde. Ja. En als je iets gaat waarderen kwantitatief, dan kan het niet anders dan op een gegeven moment een wellicht zelfs een ruilmiddel wordt. Dus als we werk gaan waarderen, dan wordt die waarde in principe ook weer een ruilmiddel of een monetair iets. Dus volgens mij kom je niet uit die dilemma. Nee, dat is heel moeilijk. Kijk, vroeger, kijk gewoon, als je een uur in een fabriek werkte, zeg maar, ja, dan kon je ongeveer dit zoveel stuks van dat of dat produceren, zeg maar. Dus die waarde van dat uur, ja, die kon je vrij objectief bepalen als het om handarbeid gaat. Maar als het om geestelijke arbeid gaat, immateriële arbeid, ja, dan is het veel moeilijker. Want een hele dag gebeurt er niks, zeg maar, en dan opeens is er een idee en oké. En dat idee kan ontzettend veel waard blijken te zijn, zeg maar. Dus het is moeilijk inderdaad om dat te kwantificeren. Ja, dat noemen ze in het Marxisme de waardecrisis. Dat is echt een crisis van hoe waarderen we immateriële arbeid, die van een totaal andere orde is, zeg maar, dan de klassieke manuele arbeid. Maar het kapitalisme heeft daar een heel goede oplossing voor. Die laat de markt bepalen. Ja, voor het kapitalisme is dat misschien wel een goede oplossing, maar voor de arbeid is dat nog maar de vraag natuurlijk. Want? Want in principe wordt arbeid dan ook, of tenminste de vruchten van je arbeid worden dan, zijn degene die wie waarde bepaald wordt door de markt. En uiteindelijk gaat het ook om de vruchten van je arbeid, zou het om de vruchten van je arbeid moeten gaan en niet om de uren arbeid die je besteed hebt, denk ik. Ja, maar ik weet niet goed. Wat... Nou, het Marxisme heeft dus het probleem van het waarderen van arbeid. Wanneer arbeid niet alleen maar productie is. Ja, want maar manuele productie, waarbij je heel duidelijk kunt aangeven van dit is geproduceerd. Dit is de waarde, zeg maar, van die. Ja. Maar wanneer je die waarde dus laat bepalen aan door de markt, dus wat de markt ervoor over heeft om daarvoor te betalen. Maakt het in principe niet zo meer veel, dan ga je ook niet meer uren arbeid waarderen, maar om uitkomsten van arbeid. En dat lost volgens mij dat probleem van die Marxisme wel op. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Goed, we ook niet over kapitalisme en Marxisme te veel te hebben. Nee.
En wat betekent dit voor ons, je noemde het ook een beetje, wat betekent het voor ons dagelijkse praktijk en voor ons, nou, ik wilde het ook even antropoceen, daar heb ik met René ten Bos over gehad. En het antropoceen is natuurlijk wel een sterk technologische, het is ook weer alleen maar mogelijk omdat we in een technologische wereld leven met de technologie die we hebben. Anders kunnen we natuurlijk geen force of nature worden. Hoe... Ja, dat is natuurlijk ik noem het altijd enorm een game changer, het antropoceen. Dat is, dat verandert alles, heb ik het idee. Ik weet niet of ik het uit moet leggen, ja, ik denk het wel. Het antropoceen is de idee, voor het eerst door klimaatmensen, geologen naar voren gebracht. Mm. Dat de mens de belangrijkste geologische factor is geworden. Voorheen waren dat allerlei natuurkrachten, meteorologische krachten, ecologische krachten, geologische krachten. Nu blijkt dat het eigenlijk voor het grootste gedeelte de mens is die bepaalt hoe het klimaat op de planeet eruit ziet, hoe de ecosystemen zich ontwikkelen. Vandaar antropoceen. Het woordje antropoceen komt van antropos en seen, dat is het tijdperk van de mens. Dat impliceert natuurlijk dat wij een enorme grote verantwoordelijkheid krijgen voor de planeet. Bij wijle omdat we er effect op hebben? Omdat we daar een beslissend effect op hebben. We hebben er niet alleen een effect op, dat hebben we waarschijnlijk al sinds dat we landbouw zijn gaan plegen, of misschien nog wel eerder. Maar we hebben een beslissend effect erop. Dus de toekomst van de planeet, de toekomst van de biosfeer, is afhankelijk van ons. Van de manier waarop wij ons ontwikkelen. Dat is één punt van het antropoceen, dus de dominantie van de mens. Maar dat is nog een vrij antropocentrische duiding daarvan. De andere kant van het antropoceen is dat die aarde zelf op allerlei manieren op ons begint te reageren. Dus wij hebben ontzettend veel impact. Op het klimaat bijvoorbeeld. Maar het klimaat begint ook te reageren. De aarde begint te reageren. Er zijn steeds meer overstromingen, steeds meer stormen. De aarde, zoals Bruno Latour wel eens schrijft, verkrijgt agency. Mm-hmm. En dat is de andere kant van het verhaal. De aarde dringt steeds meer binnen in de menselijke cultuur, in de menselijke technologie. Snap je? Mm-hmm. Het is dus niet zo, alhoewel sommige mensen dat wel denken, dat wij, omdat we een enorme impact hebben, dat we daarmee de aarde kunnen controleren. Dat is bepaald niet het geval. Dat is natuurlijk wel een opgebrachte oplossing voor het klimaatprobleem, om dingen zoals geoengineering en dergelijke te gaan toepassen. Of oplossingen die gepresenteerd worden voor het klimaatprobleem zijn vaak kunnen een geoengineering breed aannemen. Dus dat we de verantwoordelijkheid over de aarde nemen in de zin dat we gaan zorgen dat het allemaal goed staat en goed zit en goed werkt. Maar dus dat is die wil tot ordening wat weer naar boven komt. Dat is die wil tot ordening. Dus de controlestuip of het controleparadigma waar we in zitten. Maar ik denk zelf dat het antropoceen het einde inluidt van dat controleparadigma. Okay. Omdat we eindelijk gaan inzien dat hoe machtig we technologisch gezien ook zijn, mm-hmm. En een term die je in de context van het antropoceen steeds vaker tegenkomt, is die van de technosfeer. Mm-hmm. De aarde heeft een geosfeer, een atmosfeer en een hydrosfeer en vervolgens een biosfeer, de sfeer van het leven. En dat is eigenlijk de belangrijkste sfeer geweest van deze planeet. Het leven heeft de aarde heel erg gevormd. Mm-hmm. Hè? En ook op een bepaalde manier constant gehouden. Wat de mens aan toe heeft gevoegd is een technosfeer enerzijds en een noosfeer. Het sfeer van het denken. Ons denken heeft een enorme impact op de planeet. Maar het is vooral die technosfeer die eigenlijk de sfeer van het antropoceen is. Ja. Snap je? Maar die technosfeer, althans dat denk ik, beheerst natuurlijk niet die planeet. Op het moment dat onze technologische macht zeg maar een planetair bereik krijgt, mm-hmm. en dat is aan het gebeuren, mm-hmm.
precies op dat moment ontdekken we dat we eigenlijk volstrekt machteloos zijn tegenover die planeet en die biosfeer waarin we ons bevinden. Want voor je het weet is het straks 3 graden of 4 graden, stijgt de temperatuur. Nou, dan is het alle hands aan dek, want dan bedoel, ja, je moet daar de nieuwste literatuur maar eens over lezen. Mm-hmm. Dat is rampzalig. Maar is dat dan is dat een pragmatische grens waar we tegenaan lopen of een fundamentele grens? Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Want het zou natuurlijk kunnen zijn dat de techniek toch uiteindelijk in staat is om tot een soort beheersing te komen. Dat weet je natuurlijk niet. Ja. Er zijn auteurs, Benjamin Bratton bijvoorbeeld, die heeft een heel mooi boek geschreven, dat heet The Stack. En The Stack is zijn term eigenlijk voor dat planetaire technosysteem dat we aan het creëren zijn. Mm-hmm. Dat op een of andere manier weet, zeg maar, dat het parasiteert op de aarde. Het zuigt de aarde leeg. Mm-hmm. Zeg maar. En daarmee vernietigt het zijn eigen bestaansconditie. En dat is ergens op het niveau van dat systeem, er is een soort bewustzijn van. En wat het probeert, is die aarde zodanig te veranderen, of daar de zon bij te betrekken, of naar asteroïden te gaan, et cetera. Zodanig te innoveren, zeg maar, dat het zichzelf toch kan handhaven. Ja. Snap je? Of om te zorgen dat de innovatie die we maken meer in lijn zijn met... Ja, dat klopt, dat kan ook, ja. Dat is meer Peter Sloterdijk's idee. Dat de technosfeer zich meer en meer schikt, of meer en meer in harmonie, zeg maar, met de biosfeer gaat ontwikkelen. En dan komt hij met zijn concept van homeotechniek. En dat is een techniek, zeg maar, die meer aansluit bij bestaande natuurlijke processen, biologische processen, ecologische processen, et cetera. Ja. Dus dat er een betere inbedding plaatsvindt, zeg maar. Een betere match tussen de technosfeer en de biosfeer. Dat kan natuurlijk ook. Maar van de andere kant kan het ook natuurlijk instorten. Mm-hmm. De technosfeer is nu een sfeer die zichzelf nog niet kan handhaven. Die niet conservatief is, zoals ze dat noemen. Die de sferen waarvan ze afhankelijk is, uitput. Ja. Omdat het ook, ze dus ook ziet als bronnen van energie die waar je kan putten. Nee, en dat is weer een diagnose van Stigler. De planetaire techniek op het moment doet, is heel veel entropie produceren. Mm-hmm. Heel veel chaos. Heel veel. Want wat zijn we aan het doen met z'n allen? We zijn op allerlei manieren de diversiteit. Aan het vernietigen. Mm-hmm. Biodiversiteit neemt af. Ecodiversiteit neemt af. Sociale diversiteit neemt af. Noëtische diversiteit. Sociale diversiteit neemt af, ja? Dat is zijn these, ja. Okay. Dat er een enorme nivellering en standaardisering plaatsvindt. Op die manier... Linguistische diversiteit. Linguistische diversiteit. Etnodiversiteit. Ja. Dus een diversiteit is rijkdom, is differentie, zeg maar. En dat noemt hij negentropie. Ja. En negentropie is het tegenovergestelde van entropie. Dat is meer ordening, meer rijkdom, meer vrijheidsgraden, et cetera. En de biosfeer als de sfeer van het leven produceert spontaan heel veel negentropie, heel veel complexiteit en rijkdom. Kijk hoe ingewikkeld die organismen zijn, zeg maar. Dus, ja. En dat is noodzakelijk om die biosfeer te handhaven. Maar doordat die techniek erbij komt, zeg maar, verandert dat. Verandert die productie van negentropie. Ik weet dat een hele abstracte term is. Mm-hmm. Maar die verandert steeds meer in de productie van entropie. Wat zich onder meer manifesteert in het feit dat het hier heter wordt. Maar als negentropie meer leidt naar ordening en entropie naar meer chaos
en technologie is de wil tot ordening. Mm-hmm. Dus hoe kan het zijn dat technologie dan leidt naar entropie, wat juist minder ordening is? Ja, ordening is niet het juiste woord. Nee, entropie is een vrij moeilijke term. Je kunt beter, kunt misschien nog iets beter van complexiteit spreken of complexificatie, zeg maar. Dus technologie zorgt voor minder complexiteit? Ja, het lijkt erop alsof technologie complexificeert. En dat kan het natuurlijk ook. Hier speelt die farmacologie natuurlijk ook weer. Mm-hmm. Ja, techniek is enerzijds een complexificerende, negentropische, diversificerende, verrijkende factor. En in die zin staat het in dienst van het leven, in ieder geval van het menselijk leven. Dat is de positieve kant, zeg maar, van het farmacon. Maar het kan ook een entropisch effect hebben. Een nivellerend effect hebben. Een ontdiversificerend, een standaardiserend effect hebben, et cetera. Ja. En dat zijn snap je dat? Ja. Maar dat zijn dus die twee kanten van technologie waar we mee moeten spelen in principe, of waar we mee moeten leren omgaan. Ja. En dan is denk ik niet het punt wat je wil maken dat meer complexiteit beter is en minder slechter, maar dat je bewust moet zijn dat die twee dingen spelen en dat daar de juiste weg in te vinden. Ja. We de juiste weg daarin moeten vinden. Ja. En daar speelt de planeet een belang. Daar wordt het planetaire belangrijk. Ons planetair bewustzijn. Ja. Want waarom is er hier leven? Er is iets als geothermodynamica. Mm-hmm. Kijk, de aarde is een klomp... ja, ijzer en van alles en nog wat. Met een koud oppervlakte. Mm-hmm. Ja. Enorme afstand. Ik weet niet hoeveel miljoenen kilometer staat daar de zon. Dat is een gigantische bal hitte. Ja. Die staat op een vrij ideale afstand. En die verwarmt de planeet. Mm-hmm. En die produceert een energiegradiënt. Mm-hmm. Ja. Krijg je constant energie van de zon. En die energiegradiënt op een of andere manier op deze planeet, en we weten echt niet hoe dat komt, is het nog steeds een volstrekt raadsel, want op alle andere planeten hebben we nog geen verschijnselen van leven ontdekt, maar hier op deze planeet wel, is een enorme hoeveelheid, een enorme productie van negentropie. De meest complexe dingen ontstaan hier. Dus het is een enorme activiteit, zeg maar. En die idee is dat die productie van complexiteit, die van het leven, de biosfeer, dat die eigenlijk als functie heeft de entropieproductie te maximaliseren. Dat is een keer, de biosfeer heeft de productie om de entropiesfeer te maximaliseren. Ja. Hoe complexer structuren zijn, ja, hoe sneller ze energie kunnen afvoeren. Hoe sneller ze die gradiënt, zeg maar, kunnen neutraliseren. Ja, dat zijn vrij nieuwe inzichten in de geo- en biothermodynamica. Maar een complex organisme is weliswaar ontzettend complex en geordend, et cetera. Mm. Maar het produceert in zijn omgeving heel veel entropie. Snap je? Heel veel chaos. Mm-hmm. Hmm. En nee, de mens. Nee, trouwens, ik dacht dat ik het snapte, maar nee. Het creëert veel chaos. Ja. Even stap terug. Waarom is het nodig dat die chaos creëert? Want nou ja, kijk, de natuur houdt niet van gradiënten. Die wil gradiënten oplossen, vernietigen, zeg maar. En waarom? Ja, dat is de tweede wet van de thermodynamica. Dat is de entropiewet. Overal in het universum, als er energetische spanningen zijn, zeg maar, dan worden die afgevoerd. Ja, dus als het ergens warm is, als daar nu warme wind naar buiten komt, wordt hier heel snel dezelfde temperatuur als naar buiten. Je krijgt een evenwicht. En het tendeert voortdurend naar een evenwicht. Maar gek, op deze planeet gebeurt iets heel, heel merkwaardigs. Dat is niet in evenwicht. Dat is permanent. Negentropieproductie. Maar door die negentropieproductie krijg je een maximale
entropieproductie op het globale niveau. Mm-hmm. En de technische details zijn misschien op het moment niet zo relevant, ja. Maar het punt is dat we dat moeten gaan begrijpen en dat moeten gaan inzien, omdat de techniek een steeds grotere impact heeft, zeg maar, op die hele geothermodynamische cyclus. Ja, en het punt is dus we zullen daar ook steeds meer inzicht in moeten krijgen en dat zal op een gegeven moment ook een rol moeten gaan spelen in de manier waarop we techniek gaan ontwerpen. Mm-hmm. En de manier waarop we de relaties techniek en energie gaan denken. Dus kun je dan nog even uitleggen waarom de techniek meer leidt naar entropie? Vanwege het feit dat het ding versimpelt? Of nou, het kan allebei. Dat is weer het farmacologische. Het doet het allebei, ja. Ja. Dus de bedoeling is dat we technologie ontwikkelen die leidt naar meer negentropie. Juist, ja. Negentropiserende. En dat is een heel abstracte term natuurlijk, of een heel abstracte beschrijving, maar op de een of andere manier moet dat dus op een gegeven moment concreet gemaakt worden en doorspelen in de heel specifiek de concrete designkeuzes die de engineers maken. Juist, ja. En daarom, Stiegler zegt, ja, het antropocene is eigenlijk het antropocene. Hmm. De tijd van de entropisering. En we moeten dat omzetten naar het negentropocene. Of het negantropocene. En dat is zeg maar de opdracht van de mensheid. Want als we dat niet, als we daar niet in slagen om die omslag te maken en gewoon voortgaan, zeg maar, op deze weg, ja, dan vernietigen we onszelf. Ja. En misschien ook wel nog meer leven op deze planeet. Dat is de situatie. Hè? Ja. Ik bedoel, dat zitten we in. Dat is heftig. Ja. Ik weet niet of we onszelf gaan vernietigen of de planeet gaan vernietigen. Maar nou, de planeet zullen we niet gaan vernietigen. Kijk, vorig jaar is ontdekt dat dat noemen ze tegenwoordig de deep biosfeer, dat 70% van het leven, en dat is met name bacterieel, mm-hmm. zich in de aarde bevindt. Hè? Mm-hmm. 4-5 kilometer diep de aarde in, mm-hmm. bevindt zich 70% van de biomassa. En dat zijn allemaal vooral bacteriën. Ja. Dus dat zal niet snel verdwijnen. Nee. En bacteriën die bestaan al zo lang. Die zullen niet snel voor de tijd om af te sluiten. Ik weet niet, hoe laat is het? Het is half vijf. We zijn al even bezig, hè? Ja. Ja, dan moeten we aan de afsluiting ik gaan. Ik vind het wel goed om mee aan afsluiten. Ja. Ik hoop niet dat dit te complex werd. Maar ik weet niet of het te complex gaat worden, maar we zien het wel. Als mensen het niet begrijpen, dan is iets waar ik op dit moment heel erg van mee bezig ben. Ja. Ik vind het laatste heel interessant, omdat het een heel abstract concept is. En omdat ik zelf ook heel erg dus met die vraag zit van oké, wat is dan nou wel positieve farmacologie en wat niet? Ja. En dit is een heel abstracte manier om het te verwoorden, maar het is een begin. Het is een manier om goed te geven aan farmacologie. Maar blijf allemaal. Ja.